We are embarked on a long journey. Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Britain is leaving the European Union. Just who the hell do you think you people are? Weer stralend uit vandaag. Dat mag ook even gezegd worden. Dankjewel, neem de microfoon ter hand, zou ik zeggen, die voor de neus ligt. Het is dus een klein beetje overbodig, want volgens mij zijn we redelijk goed te verstaan. Maar dit komt ook allemaal op YouTube. Aha. Moet allemaal goed verstaanbaar zijn. Sid, vertel ons. Of vertel de mensen, hoe is die hele bundel tot stand gekomen? Ja, nou, die bundel is eigenlijk tot stand gekomen mede door een idee ook van de Post Online. Want ik legde op een dag gewoon de vraag van, goh, al die artikelen, is eigenlijk ook iets mee te verdienen? En zeiden van, nou ja, wat je kan doen is een crowdfunding. Dus ik kreeg de tip om een crowdfunding. Ik zeg, ja, maar om mensen nou zomaar te laten crowdfunden. Kijk, mensen willen er wel iets voor terugkrijgen, hè? Waarom zou iemand mij crowdfunden? Ik zeg, nou, bied dan iets aan als een bundel, een boekje of zo. Nou, denk ik, oké, ga ik doen. Hè? Ik heb al zoveel teksten. Ja, een boekje maken is toch een fluitje van de cent. Nou. Maar ja. Toen kwam ik achter de dynamiek van een crowdfunding. Dus hoe krijg je aandacht voor een crowdfunding? Door te publiceren. Dus als jij een artikel publiceert, kan je tegelijkertijd in de kop verwijzen. Nou, ik ben nu een crowdfunding aan het doen, dus vind ik dit artikel de moeite van het lezen waard? Ja, doneer dan geld voor de crowdfunding. Dus ik had steeds maar weer een nieuw artikel nodig om die crowdfunding een beetje op te boosten. Ja, je begint al te lachen, Jesper. Het liep gewoon gruwelijk uit de hand uiteindelijk. Ja, hoe heb je dat ervaren dan, Jesper? Nou, ik vond het heel leuk, omdat ik volgens mij één week echt artikel na artikel zat te redigeren op het laatst, toen we de teksten klaar wilden hebben. En er kwamen er maar meer bij. Ik heb me wel gestrest, want ik wilde het op tijd af hebben. Maar het was wel, hoe zeg ik het, kreeg ook wel energie van. Want het waren gewoon allemaal goede teksten. En dus ik vond het enorm enerverend om eraan te werken. Ik kreeg ook grijze haren van, omdat er maar weer nieuwe teksten bij kwamen. En dat is natuurlijk ook het lot en het leed van de redacteur, is dat je nooit klaar bent eigenlijk. Ik weet wel, ook van Tom, dat het oorspronkelijke plan een schriftje was. En dat het zo enorm uit de hand werd, gewoon een boek. En ik denk dat dat mooi is, want hoe meer zit, hoe beter. Dat vind ik. En ik denk jullie ook wel, anders waren jullie er niet. Dus zo heb ik dat ervaren. En Charlotte, die heeft ook meegeholpen. Die heeft een aantal teksten. Vertel eens hoe dat voor jou was. Nou, ik heb een stuk of 3 teksten gedaan. Dus ik weet niet of dat... Het waren er 6. Ik heb hem ook geholpen met anderen. Koffie zetten, dat soort dingen. Huishoudelijke plichten. Nee, inderdaad, ik heb ook een aantal teksten geredigeerd. En het leuke is dat daar op zich niet heel veel werk achter zat. Want het leuke aan Sid is dat hij een enorm goede denker is. Jij duikt heel snel de diepte in. En het enige wat eigenlijk geredigeerd moest worden was... hoe gaan we dit zo goed mogelijk overbrengen? En ik denk dat aardig goed gelukt is. Nou, wat een sprankelende complimenten, Charlotte. Dus alleen al om van jou dit mooie compliment te mogen ontvangen, maakt het zich allemaal al waard, hè, de hele avond. Dus die kunnen we al of in de limits. Zak steken. Nee, maar dat, zo heb ik dat ook ervaren. Echt, het is echt fijn redactiewerk. Hè. Je hebt teksten die je krijgt waar je echt doorheen moet ploegen om het een beetje helder te krijgen. En bij jou was het gewoon dat er een overschot aan informatie was, dat we moesten kanaliseren. Dat was gewoon te veel. Maar dat was eigenlijk vooral proberen het scherper te formuleren. En dan heb je gewoon een geweldige tekst. En dat is het geweest. En er zaten weinig foutjes in. Dat vond ik ook wel prettig. Want dat maakt het wat ontspannender werken, laat ik het zo zeggen. Dus dat is hoe het voor mij was. Maar daar hebben jullie op zich vrij weinig mee van doen. Sid, zou jij anders een stukje kunnen voorlezen? Oh ja, uit het boek. Hè? Heb je hier een exemplaar boek. Bij me? Heb een exemplaar? Kan iemand even een exemplaar? Ja. Oh ja, er is hier. Ik heb hem even voor moeten bereiken. Misschien, ja. Zoek eens iets moois uit. Neurie, wij een pauzemuziekje. Wil jij een muziekje neurie? Nou, ja. Waar moet het ongeveer over gaan? Ik vond het stuk over Fabian wel leuk. Oh, over Fabian, ja. Nou, maar dan krijgen we niet... Nou ja, Polycor mensen die zijn toch al niet door de ballotage heen, dus die kunnen gewoon alles voorlezen. Ja. Ja, precies. Iets moois. Ja. Het is allemaal mooi, dat is een beetje het probleem met dit boek. Ja. Ja, goed. Ik moet nog meer werk hier doen. Ja, dit ga ik doen. Ja. Oké, dus terwijl de ambtenaar sprak, even verhaaltje hierover, zo'n mooi verhaaltje,
Dat is dus een soort bekende van mij, een soort van vriend, laten we maar zeggen. Voor zover iemand überhaupt vrienden kan hebben in de Brusselse wereld. Want dat is allemaal heel betrekkelijk, hè? Want iedereen is elkaars concurrent. Maar ik resoneerde wel met die man. Een interessante figuur ook wel. En ook iemand die echt buiten de lijntjes niet alleen denkt, maar ook buiten de lijntjes kleurt. Terwijl de ambtenaar sprak, zag ik de laatste mens. Het eindproduct van het postmodernisme. Een jaar of wat geleden bracht Dagblad De Pers reclame van het telefoniebedrijf Ben. Ik wil nergens aan vastzitten. Niet aan de plek waar ik vandaan kom, aan werk, hobby's of een vriendje. Ik kan gaan waar ik wil en bepaal zelf waar ik in geloof. Ik zit niet vast aan Nederland. En nou helemaal niet van hokjes. Ik ben vrij om mijn eigen weg te kiezen. Ik zit niet vast aan wie ik wil zijn. Wie ik ben bepaal ik helemaal zelf. En ook of dat morgen anders is. Ik heb geen verplichtingen. Ik ben verlost. Fabian, dat is dus de persoon waar het hier om gaat. Fabian was het kind van deze reclames. Van deze tijdgeest. Het bezield verband maakt plaats voor een ultieme privatisering. Een cosmopolitische opheffing van verbinding en belofte. Die alleen nog als last, beperking en hindernis worden ervaren. Dit betreft niet alleen Fabian, maar ook de dames waarop hij jaagt. Aan de buitenkant zien ze eruit als vrouwen, maar dat zijn ze niet. Het zijn girls, mensen die hun adolescentie niet kunnen verlaten. Ze zijn zo verliefd op hun eigen ironie, met een zelfbewustzijn dat zo extreem is, dat dit bij voorbaat uitsluit dat ze oprecht gepassioneerd of opgewonden kunnen raken. Het is voor hen onvoorstelbaar dat zich een nieuwe kracht zou kunnen aandienen die alles wat voor hen bekend is verbetert of op de helling zet. Verveling hangt over hen en onverschilligheid drukt hen te neer. De HBO-tv-serie Girls uit 2012 demonstreerde dit met een seksscène. Daarin ligt de 24-jarige Hannah in bed met Adam. Hij klimt bovenop haar en begint te masturberen, waarbij hij een fantasiemonoloog afsteekt over hoe zij een 11-jarig aan heroïne verslaafd meisje is dat hij aantrof op straat. Plotseling worden Hannah's ogen groter. Haar verveling lijkt plots doorbroken en ze speelt het spel mee. Hier dient zich een kans aan om iets unieks te beleven, om ervaring op te doen. Seks is voor hen niet iets waaraan ze zich overgeven, stelde Fabian. Het is een verlengstuk van hun zelfontdekking. Dit maakt een escapade met een internationale functionaris interessant. Daar speel ik op in, zo zei hij. Als het de moreel-historische plicht is om de Europese decadentie als ooggetuige vast te leggen, dan bevond ik me nu in het hart. Terwijl de zon boven Brussel een helwit vlak tekende, ontvouwde de ambtenaar theorieën over mannen die jagen en hun genen verspreiden. Voor de ware jager gaat het om de vluchtende prooi. Zet hem een gebakken konijn voor en zijn levenslust vloeit direct weg. Pascal zou zoiets hebben gezegd, althans volgens de ambtenaar. In elke collega zie ik slechts de volgende galeislaaf die het schip voortroeit. Een radartje dat aandrijft wat Max Weber als de professionalisering van het bestuur omschreef. En hoewel ik zijn vergelijking met het schip van de staat met een slavengalei wat wrang vond, voelde ik me gevleid door zijn complimenten over mijn originele en eigenzinnige denkwijze, die hij terstond opvolgde met een uitvoerig verhaal over zichzelf. Dat verhaal kwam erop neer dat hij ook zichzelf als jager zag. Voor mij gaat het allemaal om getallen, zo deelde hij mee. Hoe meer vrouwen, hoe beter. En als ik dan met zo'n vrouw seks heb gehad, verlies ik direct mijn belangstelling voor haar. De jacht is voltooid, mijn genen zijn verspreid en het liefst heb ik dan de rest van de dag voor mijzelf. Ik wil dan dvd's kijken en boeken lezen. Wat moet ik nog met die adolescent die in haar string door mijn keuken rommelt? Ik zie dat half aandoenlijke, half hautaine schepsel op mijn bed zitten en voel me dan zo hol en leeg van binnen. Het liefst druk ik zo'n aanmatigend frivol ding dan 10 euro in de handen. Hier is geld voor een taxi, rot toch op. Nou, dat was een schitterend stukje poëzie, eurocratenpoëzie eigenlijk, wat daar gebeurde. Maar je hebt daar een tijdje gewerkt, hè? Ja, dat klopt. En ja. Was deze man, deze Fabian, is dat zijn echte naam? Nee, niet zijn echte naam. Oké, terecht misschien. Was die nou typerend voor het soort mannen dat daar werkt? Ja, ik denk het toch wel uiteindelijk. Ja? Dit was wel, ja, het was wel de meest extreme vorm daarvan, maar toch zeker wel typerend, ja.
Ik bedoel, ik communiceer ook wat meer over persoonlijk vlak met hem. Maar ik had geen professionele relatie met hem. Hij is gewoon iemand die ik tegenkom op een borrel. En toen hebben we elkaar wel leren kennen. Dus die mensen waarmee ik werkte waren misschien ook wel zo. Maar omdat ik daar een soort van professionele verhouding mee had, zouden die misschien niet helemaal openheid van zaken hebben gegeven. Nee. Was trouwens wel typisch aan die groep met stagiaires. Hè? Dus al die mensen die waren helemaal druk aan het socializen met andere stagiaires en zo. Maar ik denk van ja, maar ik ga socializen met niet met die politici daar, maar met gewoon de ambtenaren die daar werken. Want ik weet, over 5 jaar werken die ambtenaren er allemaal nog. Hè? En al die hipsters, die gingen allemaal socializen. Mensen die over een half jaar weer weg waren. Want ja, in dat Brussel, dat is zoveel verloop. Hè? Allemaal cosmopolieten en baantjesjagers. Nou, om een voorbeeld te geven, een andere vriendin van mij, een Poolse, die had alles gepland. Hè? Een reis naar Bristol en alles was al helemaal. Maar totdat bleek dat haar Europarlementariër, waarvoor zij werkte, niet herkozen werd. En dat betekent dat zij dus ook moest ophoepelen, want ja, zij was tenslotte zijn assistente. Hè? Dus dan zie je maar dat deze mensen zijn heel leven uitstippelen met allemaal cosmopolitische avonturen. En zo ver verwijderd zijn van de realiteit, dat ze niet eens bij stilstaan dat hun Europarlementariër mogelijk niet herkozen kan worden. Dat is zoiets is als verkiezingen, wat zich dan afspeelt in een ander land, in haar geval dan in Polen. Hè? Dus dat blijkt maar weer, dat onderstreept wel mijn punt, denk ik. Ja, wat is dat punt wat je probeert zo concreet mogelijk te formuleren? Ja, zoals ik ook in Pound heb gezegd. Hè, wat we dus zien is dat Nederland, en ik durf wel wat breder te praten, heel West-Europa, uit elkaar drijft in 2 groepen. Dus enerzijds utopische wensdenkers, dan zouden we kunnen zeggen postmoderne hedonistische cosmopolieten. En aan de andere kant, ja, toch mensen met een lokaal, nationaal, regionaal identiteitsbeeld. Die vaak wat meer met tradities hebben en wat meer geworteld zijn. En dat naarmate die klasse dus zoveel mobiliteit heeft, hè, ze kunnen vaak, ze spreken hun talen, ze kunnen goed omgaan met zoekmachines, met sociale media, ze zijn heel mobiel, heel flexibel, kunnen zich gemakkelijk van de ene metropool naar de andere metropool verplaatsen. Ja, maar ze zijn kennelijk, hè, dus door die leefstijl ook behoorlijk losgeraakt van de zorgen van wat we dan kunnen noemen de gewone man. Hè, dus de lagere klasse, de middenklasse, de vragen die daar spelen. Ja, dan kunnen we ook naar Nederland, wat is vandaag actueel, ja, de Zwarte Pieten discussie. Maar dat is toch eigenlijk alleen maar 1 klein clubje social justice warriors in de Randstad, die zich daar existentieel door voelen uitgedaagd door dat Zwarte Pietenfeest. Niettemin is dit de klasse. Hè? Eigenlijk is het net als Marx. Bezitters van het productiekapitaal, bezitters van het mediakapitaal. Ja, zijn de mensen die zij spreken in de wandelgangen bij de sportschool, hun collega's die ze ook uitnodigen voor hun talkshows. En die ze ook hun baantjes aanbieden, die ze er als journalisten op uitsturen. Dus die versterken allemaal datzelfde wereldbeeld. En dat is het cosmopolitische, hedonistische, postmoderne wereldbeeld. Wat eigenlijk vanuit die Randstad mediabolwerken, via shows, via nieuws, via soapseries, over de hele Nederland wordt uitgerold. We kunnen eigenlijk wel zeggen dat de metropolen van vandaag, is het nou Londen, is het nou Brussel, is het nou New York? Ja, dat die eigenlijk meer verbonden zijn met de andere metropolen dan met hun eigen achterland. En dat is toch wel eigenlijk een zorgwekkende ontwikkeling waarvoor ja, zo'n dame, hè, of in dit geval dan die Fabian, zijn archetypische voorbeelden van die ontwikkeling. Kunnen we dat als een van de hoofdstellingen van je bundel zien? Of misschien wel de hoofdstelling? Ja, ik denk het zelf wel kan beantwoorden, toch? Je hebt hem geredigeerd. Klopt, maar ik vraag me af, wat was jouw bedoeling? Ik wil het toch van de auteur, horen. Wat is de hoofdstelling? Nou, de hoofdstelling is dat een cultuur een hiërarchie van waarden veronderstelt. Dus waar gaat het eigenlijk om? Arbeid definieert voor een heel groot deel je persoonlijkheid, je levensdoelen, je waardering. Dus je wil niet alleen maar je werk doen, maar je wil je werk ook goed doen. Hè? Je wilt dat je ergens naartoe werkt, je eigen talenten bijschaven, je zelfontplooiing is natuurlijk belangrijk erbij. En je wil een stukje trots en arbeid, wil je ook eergevoel willen uithalen. Maar als op een gegeven moment die waardering alleen nog maar is, ja, hoeveel kliks haal je, wat is de som van je loon, en hoeveel stemmen heb je, alleen maar kwantitatieve uitdrukkingen nog is, een vervlakte maatschappij, zonder verticaliteit, waar mensen ja, nog een stukje omhoog kunnen klimmen. Hè. Dus wat we eigenlijk krijgen is een hele platte maatschappij, waarin alles eigenlijk kapot wordt gerelativeerd. Dus zeg van, oké, zit jij schrijft boeken, maar wat verdienen nou mee? Weet je wel? Ja, nou, dat is een heel platte maatschappij. Of oké, leuk verhaal, hoeveel stem heb je ermee opgehaald? Hè? Dat alles alleen maar in kwantiteit wordt uitgedrukt. Dat we naar een massamaatschappij toe evolueren waar kwantiteit boven kwaliteit van leven gaat. En zo'n maatschappij heeft eigenlijk ook niet meer het in huis om ook minderheden te kunnen bezielen, te kunnen begeesteren, erbij te kunnen betrekken. En is eigenlijk gedoemd om uiteen te vallen, oftewel een soort ja, narcistische selfie-cultuur. Ja,
Als ik mijn zelfontplooiing, mijn erkenning, mijn waardering niet meer uit arbeid kan halen, niet meer uit kunst, niet meer uit prestaties, omdat het allemaal gerelativeerd is, omdat het allemaal tot platte kwantiteit is kapot gerelativeerd. Ja, dan ga ik oftewel narcistische selfies downloaden of uploaden om mezelf mezelf op te pimpen, mezelf narcistisch te profileren. En narcistische differentiatie, een van de belangrijkste begrippen uit Avalanche identiteit. Oftewel, radicaliseren. Mm-hmm. Dan kan je daar wel een held zijn. Hè? Kan je wel strijden voor een ideaal, voor een idee, voor een geloof, voor een god. Kan je wel een echt offer brengen. Kijk, als jij de Nederlandse maatschappij echt een stapje verder wil brengen, kan je nog wel een offer brengen dan? Om een voorbeeld te noemen, toen ik een keer sprak met de grote astronaut André Kuipers. Die zei, ja kijk, aan het einde van mijn leven kan ik tegen mezelf zeggen, zei hij, dat ik alles uit mezelf heb geperst om die mensheid een klein stapje verder te brengen. En al zijn ontdekkingsreizen in de ruimte en zijn natuurwetenschappelijke onderzoek daarna. Ja, hij had inderdaad zijn hele leven uitgeperst om de mensen een klein stapje verder op die trap te brengen van die ontwikkeling. Maar kan je nou vandaag nog echt een prestatie leveren die een verschil maakt? Dat is eigenlijk, alles is zo bureaucratisch. Overal zijn zo ontzettend veel red tape, waarbij het bijna onmogelijk is om nog een verschil te kunnen maken, dat er echt toe doet. En in zo'n situatie, waar eigenlijk alleen maar een leegste uitstaart, wordt het aantrekkelijk voor mensen om te radicaliseren en om die zelfbevestiging dan maar uit religie en radicalisme te halen. Shit, je boek. Dat is toch een schoolvoorbeeld van alles uit jezelf persen en proberen de mensheid, in ieder geval Arnhem, een klein stukje verder te helpen, toch? Ja, nee, dat klopt. Boeken schrijven. Ja, maar wat wel het punt is, kijk, loont het eigenlijk wel. Hè? Dus ik heb nou een klein beetje media-aandacht gehad dankzij dat boek, hè? Dankzij radicale linksgekkies vooral. Ja. Maar loont het eigenlijk wel om dit allemaal te doen? Hè? Je wordt eigenlijk zo gemarginaliseerd. Ik solliciteer wel eens voor dingen en dat is eigenlijk triviaal. Want je weet van tevoren dat je niet wordt uitgenodigd. Waarom? Ja, omdat je dus een inhoud hebt. Hè? Want we krijgen zo'n platte maatschappij. Allemaal op kwantiteit gericht, maar ook vriendjes, netwerken, vriendjes van vriendjes. Dat is één belangrijke zin. Ja. Hè? Het gaat niet om Niet om kennis, maar om kennissen. Ja, precies. Ja. En mensen zijn bang voor de inhoud, want dan voelen ze zich eruit gedaagd. En dan zouden iemand kritische tegenvragen kunnen stellen. En dan zouden ze wel eens door de mand kunnen vallen. Dan moeten ze hun leugens gaan bekennen, dat utopisme van eigenlijk alleen maar op leugens gebaseerd is. En dan vallen ze door de mand en dan raken ze hun status kwijt, voelen ze zich in hun ego aangetast. Ja, en dan kan je wel zeggen, ja, dat is een goede prestatie, maar loont het eigenlijk wel? Doe ik het niet ten koste van mezelf uiteindelijk? Als ik alles bij elkaar optel, heb ik vaak het gevoel dat ik het juist ten koste van mezelf doe, in plaats dat het mezelf verder helpt. Maar hoe nieuw is dat, dat mensen graag ja-knikkers om zich heen verzamelen? Welke ontwikkeling? Ja, via sociale media kan het natuurlijk makkelijker dan ooit. Hè? Dus mensen hoeven niet meer zelf te denken. Je kan meteen retweeten. Oh, hier is outrage over. Oh, dan ik word eigenlijk een soort knooppunt binnen een zenuwstelsel. Hè? Dus normaal heb je mensen overleggen. Iedereen oordeelt intern. Mm-hmm. En spreekt dan zich naar buiten uit. Hè? Ieder mens dan een individu dat oordeelt. Maar denk je echt dat maar dat zo was? Maar nu worden we eigenlijk knooppunten in een zenuwstelsel via sociale media. Maar dat sociale media, die versnellen die informatie overdag. Ja, dat is zeker, precies. Waardoor het individu geen reflectief tussenmoment er meer in heeft. En dat had het wel voor die tijd. Ja, dat exact. Okay. Exact. Dat zie je wel hieraan. Hè? Dus die Café Brigant, om maar een voorbeeld te noemen. Die dus eerst zei, ja, iedereen moet hier kunnen discussiëren. We hebben geen enkel vooroordeel. Hè? Of je nou links of rechts bent, of je nou denk bent of Ebru Umar. Iedereen moet hier gewoon komen. We gaan er geen inhoudelijk oordeel over uitspreken. We zijn voor vrijheid van meningsuiting en that's it. En toen denk ik, ja, die Lucas, oh, die verschrikkelijke vent, ja, we kenden hem helemaal niet. Het was bullshit, want ik was er al in oktober al geweest om daar te spreken. Het was openbaar aangekondigd. Mm-hmm. Dit was helemaal niet openbaar aangekondigd, mm-hmm. want het adres was geheim van Brigant. Dat wist niemand, mm-hmm. ja. Dus echt gewoon bullshit, gewoon. Ook door Constantijn Roelofs, die moeten we ook nog even noemen, want dat is weer typisch, ja. Die heeft dus op geen stijl geschreven, links gaat de snelwegen afzetten voor Sint-Lucas. Dat is gelul, toch? Dat zou gaan gebeuren. 100% gelul. Maar dit schrijft hij in de hoop om het vuurtje op te steken. Hè? Want extreem linkse gekkies volgen natuurlijk geen stijl. Omdat ze daar impulsen van krijgen om te gaan rellen. Hè? Ze zijn verslaafd aan hun eigen relimpulsen. En dat is natuurlijk een permanente bron van die impulsen. En hij weet natuurlijk dat dit olie op het vuur gooien is. Dat weet hij. En hij is journalist, hij wil toch een primeurtje? Nou, hij is niet journalist. Nee, journalist, onderzoekt hij nou? Hij onderzoekt toch niks? Nee, hij schrijft toch alleen maar verhaaltjes over dingen die anderen onderzoeken? Hij schrijft dingetjes en hoopt een primeurtje. Hè? Ja. Dat kun je nou, hij hoopt dan een rel te veroorzaken, een ravage. Dat hier in Arnhem nou een ravage zou zijn. En dat hij daar weer met een soort kritische, ironische, afstandelijke blik zo verheven over kan commentariëren. Hè? En kijk die gekkies dan eens. Hè? Dus zelf een vuurtje opstoken en dan achteraf verheven, laatdunkend, neerbuigend, badinerend toontje daar zelf weer over kunnen schrijven achteraf. Hè? Dat zit erachter. Maar goed, terug naar Brigant. Dus toen dit in de
media kwam, heeft die vrouw van Briganten meteen gezegd, ah, die Lucassen, daar distancieren wij ons van, we weten niet wie dat is, we kennen hem helemaal niet. Hij is, het woord gedachtegoed, en dat vind ik altijd zo'n Godwin moment, gedachtegoed, dat zeg je nooit positief. Ja, het is net als wat ik al gezegd heb in de Battenvieren podcast van de vorige keer. Dit zijn mensen, breek me naar de bek niet over. Dit zijn mensen die gewend zijn om ieder debat te winnen met Godwin als openingsset. Hè? En verder dan dat kunnen ze gewoon niet denken. Ze kunnen zijn gewoon zo inhoudsloos. Ja, en de Brigant dus ook. Want dan denk je van, ja, als dat dan jouw statement is en je zegt expliciet gedachtegoed, ja, dan sta je dus ook achter Denk. Hè, en alle polarisering van Denk. Je staat achter de kritische uitspraken van mevrouw Oemar. Daar sta je dan ook achter, want dat vind je wel oké. Okay, terwijl ik er al een keer was geweest en er was geen vuiltje aan de lucht. Dus puur opportunisme van linksgekkies om zo te redeneren. En ook nog eens een keer mij daarmee kapot te maken. Want impliciet zegt die vrouw van Brigant daarmee, ja. Maar eigenlijk hebben die extreem linkse gekkies van hun website wel een punt. Want ja, inderdaad, Lucas is een gekkie. Ze legitimeert in feite die dreiging. Hè? Dus volgens mij was het heel simpel opportunistisch. Hun cliëntel is vrij links. Dus ze kunnen niet zeggen, fuck jullie, dit is het vrije woord. En hij komt gewoon spreken. Want dat is, dat als is, ze lef hadden, zouden ze dat lef zeggen. Hadden, maar hebben ze niet. Ik vond ook, ik was er trouwens, het was een drankhol zonder enig cachet. Dit staat jou veel beter. En we waren ook bij Farid en Azarkan. En dat was een festijn van gewoon liegen. Maar daar hebben ze niet zo'n punt mee. Er waren ook een hoop gezellige Turks nationalisten daar. Ik heb een grijze wolven gespot. Wat zeg je? Hoe groot is die rij? Bij Brigant? Oh, hier? Ja, niks. Want alleen jullie weten dat het hier is. Iedereen is persoonlijk op de hoogte gesteld. Weet jij dat, Tom? Is het? Niks, helemaal niks. Dus het is een storm in een theeglas. U had nog een vraag? Ja, wel een beetje aan te sluiten over jouw kwantitatief. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die zich al heel lang aan iets dichterbij. Als je het hebt bijvoorbeeld over wat je bijvoorbeeld de laatste tijd zag bij de docenten en verpleegkundigen die in opstand komen, als het ware. Mensen die eigenlijk dus hard werken en op een bepaald moment ook genoeg van hebben. Ze werken zich suf, ze worden niet het feit gewoon dat ze niet gewoon gewaardeerd worden in hun werk, maar dat alles wat gemeten wordt puur kwantitatief is. Het is een kwantitatieve maatschappij. Een verpleegkundige moet kwantitatief laten zien wat hij doet. Inhoudelijk wordt er nooit gekeken wat een verpleegkundige doet. Docenten, idem dito. Kwantitatief. Hoeveel uren draai je, hoeveel doe je? Ze zijn het zat. Vervolgens zie je dat een regering aanbiedt. Nou, dan krijgen jullie wat meer geld. Het gaat, hè? Jullie willen meer centjes hebben. Maar wat hoor je van de docenten? Tuurlijk is het leuk om meer geld te hebben. Maar uiteindelijk gaat het niet zozeer om het geld. Het gaat om de inhoud. Wat zij willen, wat docenten willen, is inhoudelijk hun vak beter doen. Meer gewoon, hè, onze toekomst zijn de kinderen, om die beter voor te bereiden. Ze willen meer inhoud geven aan hun vak. Kans krijgen ze niet. Dat zie je ook bij verpleegkundigen. Men wil gewoon meer en betere zorg leveren. Wordt afgedaan van, oké, nou hier krijgen jullie wat meer geld. Dat gaat puur om het loon. En als je dan vervolgens ook die docenten en die verpleegkundigen hoort, ja, ze willen graag ook meer loon hebben, maar wat je eronder hoort is het toch hetzelfde verhaal weer. Het gaat om de kwaliteit, niet om de kwantiteit. En je merkt gewoon vanuit Den Haag wordt daar nooit iets over gezegd. Nou, punt is helder. Ik denk dat de meeste mensen het daar mee eens zijn. Bedankt voor de bijdrage. Ik ben benieuwd, want ik denk dat we, daar zijn we het al over eens. Zit denk ik ook wel. Hè? In het boek gaat dat daar veel over. Over meer betekenis en minder hoeveelheid. Dus het gaat om geld. Hoe druk je die waardering dan goed uit? Wat zou een manier zijn, omdat deze meneer net aanstipt. Ja, cultuurwaarde. Nou, dus een meer waardering voor mensen die dus de verpleging, de politie, docenten. Ja, exact. En ook die waardering niet alleen maar uitdrukken in kwantiteit. Hè. Ja. Dat is iets als kunst. Hè. Daar ga ik het straks ook over hebben, want ik heb nog een kleine speech voorbereid. Maar inderdaad, hè, hoe, dat is eigenlijk marxisme. Wat hij vertelt is eigenlijk marxisme. Dus niet meer de vraag stellen, oké, wat is de ethiek erachter? Hè? Wat is de esthetiek erachter? Wat zijn de waarden erachter? Maar gewoon denken, nee, hoeveel oppervlakte moet het bestrijken? Hoeveel mensen moet het bereiken, wat mag het kosten? Hè? Dus allemaal kwantitatieve manieren om er naar te kijken, allemaal economische structuren. Om het allemaal in economische rasters te kunnen gieten. Er is eigenlijk een soort economische, marxistische manier van denken zit hier aan ten grondslag. Ook naar kunst wordt ook zo gekeken. Dus we gaan niet meer denken, wat moet deze kunst uitbeelden? Zit er een bepaald verheffingsideaal achter? Nee, we hebben gewoon gekeken, oké, hoeveel mensen moet het bereiken? Hoeveel oppervlakte moet het bestrijken? Hoeveel werkgelegenheid moet het opleveren? Hoeveel mag het kosten? Allemaal kwantitatieve roosters. Onze hele maatschappij die zichzelf aan het uithollen is, ja, dus wat zeg ik? Een cultuur die in alles gaat relativeren. Dan zeg ik, inhoudelijk zeggen we er niks meer over. Hè.
kan alleen nog maar wat zeggen over die kwantitatieve factoren. Ja, een cultuur die zichzelf gaat relativeren, die heft uiteindelijk zichzelf op. Hè? Want de cultuur is geheid en geankerd op cultuurwaarden. En een cultuur die zijn eigen kernwaarden relativeert. Uiteindelijk ja, is hij ten dode opgeschreven. En dat verklaart ook de titel Doodsdrift. Wat zeg je dat mooi. Wat een mooi bruggetje. Ja. Ja. Ja, ik wil nog eventjes inhaken, want dat is mijn kleine stokpaardje, over wat je zei over kunst. Zou je niet zeggen... Ga ik straks erover hebben? Ja, een kort vraagje. Zou je niet zeggen dat de kunst zich juist meer losgeworsteld heeft van dat idee, van die vaste kaders die je net benoemde? Als je kijkt naar een Rembrandt bijvoorbeeld, die gewoon... Ja, maar wat wordt gesubsidieerd? Dat is allemaal goedmensenkunst dat wordt gesubsidieerd. Ja, moet even ja. Over welke nieuwe kunst hebben we het dan over? Waar Ja, ik zou zeggen nieuwe kunst vanaf, laten we zeggen, halverwege 19e eeuw. Okay. Dat is geen Rembrandt, maar... Nee. Oké. Okay. Nee, ik heb het over de nieuwe kunst die juist zich daarvan losgeworsteld heeft. Ja, nou heel kort durf ik erover zeggen. Ja, wat kunst eigenlijk doet, is proberen het ware te tonen in het licht van het ideale. En het streeft uiteindelijk naar het benadrukken van een soort vorm van schoonheid... die we uiteindelijk terug kunnen brengen tot wat vroeger gekend was als de platonische vorm. De ideale stoel, de ideale tafel. En dat is heel abstract, maar neem nou deze tafel. Wat heb ik? Ik heb een boek, ik heb een paar glazen, een kelk en een bloemstuk. Nou, ik kan dit geheel kan ik op honderden manieren ordenen. Ik kan dit op alle mogelijke manieren neerzetten. Maar als ik dit 10.000 keer doe, op een gegeven moment heb ik... Ja, nu heb ik het. Nu heb ik al die voorwerpen zo gerangschikt dat het er het mooiste bij staat. En dat het die vormen toont... Bij uitstek. Hè? Dus dat ze bij uitstek hun glans tonen. Dus dat de potentie die erin zit, er maximaal uitkomt. Dat kan er wel ten beste uit de verf komen. Hè? Dus nu tonen ze hun potentie ten volle. Ik kan het anders doen, maar eigenlijk doet het er afbreuk aan. Ze gaat nu niet meer veranderen. En dat heeft iedereen wel, die zich maar diep en diep genoeg bezighoudt met esthetiek. Dat sommige vormen een schoonheid uitdrukken die superieur is aan lagere vormen van ordening. En dat kunnen we uiteindelijk benoemen als het zoeken naar de platonische vorm en het ideaal van transcendentie, excellentie en zelfoverstijging. Nou, en dat zie ik als de basis van een levensvatbare kunst en ook als de basis van een levensvatbare esthetiek. Dus we kunnen nu zeggen, iedereen is wel eens in een museum geweest en hoort daar vervolgens mensen zeggen, ja, maar mijn zoontje van 5 kan dit ook wel tekenen. Maar dat betekent dus dat die kunst eigenlijk geen kunst meer is. En dat het een soort machineachtige handeling wordt. Want kennelijk is er geen vakmanschap meer nodig. Geen vaardigheden die worden aangeslepen. Een kunstenaar moet in onderhandeling treden met het materiaal. Ik heb een blok hout. Ik kan daar een aantal dingen mee doen. Maar ik kan er niet oneindig veel dingen mee doen. Dus mijn talenten, mijn wil om daar iets mee te doen. En de eigenschappen van het materiaal, die ontmoeten elkaar ergens. Dus ik kan het voor een deel plooien, maar een deel heb ik me ook te voegen naar het materiaal. Er zijn dingen die ik er niet mee kan doen, bijvoorbeeld. Hè. Het hout kan ik niet elastisch maken. Ik kan er wel aan schaven, om iets te noemen. Dus die kunstenaar en die ambachtsman, die moet zijn vaardigheden plooien naar de materialen waarmee hij werkt. En dat wordt eigenlijk vergeten. We gaan nu dingen maken als pindakaasvloeren en dergelijke. Gewoon puur om te shockeren. Ja. Ja. Dat wordt allemaal gesubsidieerd. En dan zegt de overheid volgens niet van, ja, maar het is eigenlijk een beetje gek. Dat we doen. Zegt over nee, daar durven wij niet over te oordelen, want dan zijn wij fascistisch. Iedereen moet zich maar kunnen uiten. We moeten alleen weten wat het kost, hoeveel oppervlakte het bestrijkt en hoeveel mensen het kunnen bereiken. Hoeveel pindakaas je nodig hebt. Exact, ja, alleen maar kwantitatieve factoren. En misschien dat we hiermee de pauze kunnen ingaan, dat we 10 minuutjes pauze kunnen doen en dat daarna Dirk-Jan kan gaan spreken. Neem jij de boel? Een klein momentje, ja. Zeg maar, roep het maar heel hard, dan vak de microfoon het al op. Hard. Ja. Ja, ik val het even voor kort samen. Hij zegt, ja, je kan dus inderdaad een platte kwantitatieve cultuur... ga je eigen waarde aan iets anders
putten. Dus je gaat oftewel radicaliseren, ofwel wordt een narcist die voortdurend bevestiging zoekt in selfies. En kunnen bijvoorbeeld Zwarte Piet grassroot-activisme ook niet hieronder scharen. En zeg ik ja, inderdaad. Dus heb je dus cultuurmarxisme en social justice warriors. Zijn dus voortdurend bezig met, goh, ja, gehandicapten zijn achtergesteld. Zwarte mensen zijn achtergesteld. Mensen met een andere seksuele aardheid zijn achtergesteld. Dus die willen voortdurend erkend worden in een soort slachtofferschap. Omdat hun slachtofferschap en hun morele verontwaardiging erover, dat is hoe ze zich uiten, waar ze hun zelfontplooiing uithalen, waar ze hun erkenning uithalen. Een hele identiteit is toch gebaseerd. Ja, en het is enigszins, ik kan me er ook in vinden, zeker als je tekort gedaan voelt dat je daar dan wat mee wil. Maar met de roetradicalisering of dat soort dingen. Ik moet denken aan dat Gloria Wekker, iedereen wel bekend, die zei een keer, Amerika heeft mij de ogen geopend toen ze als jong persoon daarheen ging. Ik dacht, ja, het heeft je de ogen geopend over hoe je smeulende rassenspanningen of andere groepsspanningen kan cultiveren, opvoeren tot je er publiek, politiek, je voordeel mee kan doen. Identiteit kan je eraan gaan verdienen, want dan kom je in die talkshow baantjes, carousel, waar we het over gehad hebben. Hè? Dan kom je dus als je hierover gaat opwinden, ja. Nou, neem maar die Quincy Gario, die heeft van zijn leven niks serieus gepresteerd, maar die kan dan wel iedere keer als het weer Zwarte Piet is, kan die weer in de talkshows komen opdraven. Hè? Dus als we dus zo'n platte massaconsumptie kwantitatieve cultuur creëren, wat floreert binnen het kader waar alle kaders wegvallen? Ja, een cultuur van lange tenen. Ik heb lange tenen. U zegt iets wat mij tegen het zere been schopt, wat mij krenkt. Ik voel me beledigd, dus nu kan ik mijn gelijk halen. Ik ben in een slachtofferpositie, ik ben de zwakkere hier, ik ben de underdog. U mag mij niet bekritiseren, anders bent u imperialistisch, fascistisch. U bent ongevoelig, u bent gevoelloos. Dus nu is het mijn beurt om het podium op te eisen en om mijn identiteit te manifesteren. En dat is een cultuur van lange tenen, waarbij iedereen zich voortdurend slachtofferschap voelt. Het is niet meer wij tegen hen, maar het is ieder voor zich. Want die identiteiten worden steeds verder gefragmenteerd, tot op individueel niveau. Denk een narcistische differentiatie. Ja, uit zo'n cultuur is geen cement meer om daar een eenheid in te smeden. En is gedoemd inderdaad tot enclavevorming en verbrokkeling. We hebben het dan nog, voordat jij gaat zitten, dus met die pauze die je zojuist hebt aangekondigd, wisten wij niks van. Ik vind het ook niet kunnen, het is ons werk. Dan ben ik het even kwijt. Jij, je hebt het in je boek ergens, daar gaan we natuurlijk nog even over praten, het over een nieuwe zuil. Ga jij ons daar zo meteen wat over vertellen? Hoe die zuil eruit moet gaan zien? Nou, de nieuwe zuil die vormen wij samen. Mm-hmm. Dat was hem? Oké, okay. Helder. Oké, okay. U had de vraag, meneer? Ja, nou, een interessant tegenhanger van dat narcisme of van dat slachtofferschap, dat is het begrip dankbaarheid. En we denken daar bijna nooit over na. Maar als je nou eens nagaat wat wij, hoeveel mensen niet iets doen voor ons, of voor jou, voor mij. Dan kan je beginnen met kleren, met voeding, ga je naar de supermarkt, dan staat alles klaar. Maar daar hebben allemaal mensen aan gewerkt die dat uiteindelijk doen voor jou. Nou, dat weet ik als geen ander, want ik ben hartstikke dankbaar dat u allemaal gecrowdfund heeft. Ik ben ook hartstikke dankbaar dat u allemaal hier bent gekomen. En ik ben nog dankbaar dat u ook weer gaat crowdfunden voor mijn tweede project. Want die staat nu al op 80%, dus ik ben er bijna. Ja. Ik ben trouwens benieuwd, wie heeft er allemaal meegedoneerd aan het crowdfunden die hier aanwezig is? Ik had toch... Oké, dat valt nog wel. Nou, netjes. En dus nieuwkomers die jou misschien nog wat minder goed kennen. Ik laat even het woord even nu aan jou. Kondig jij onze man in het middelpunt eens aan? Jazeker. Nou, ik voel me heel erg vereerd dat Dirk-Jan Epping komt spreken. Helemaal uit New York overgevlogen. Om hier vanavond ons te kunnen informeren over zijn grote wijsheid. Hij is natuurlijk al een ruime tijd bekend van zijn vele boeken. Waaronder Het Rijk der Kleine Koningen. Toevallig gisteren nog een stukje in gelezen. Hij is ook bekend vanwege de oprichting van de ECR-fractie in het Europarlement. Daar is hij bekend voor. Hij heeft onder Bolkestein gewerkt in de Europese Commissie. En daarnaast is hij ook columnist in de Volkskrant. Dus het is iemand met heel veel inhoud, heel veel kennis van zaken. Heeft echt nog 4 dagen voordat de aanslag van 9-11 was, heeft hij al het begin gemaakt van het debat over het cultuurmarxisme. Nou, sindsdien werd de discussie echt 20 jaar lang gekaapt. De discussie over islamisering en islamisme. Maar vandaag kunnen we eindelijk weer discussiëren over cultuurmarxisme. En al met al kon ik met heel veel enthousiasme aan Dirk-Jan Epping. Dankjewel, Sid. Ik denk dat we elkaar hebben ontmoet toen je bezig was met het boek Avondland en Identiteit.
Ja, ik wist toen nog niet dat het een boek zou gaan worden. Oh ja, want je kwam denk ik in Brussel. En ik werkte daar in de commissie. En plotseling kwam er iemand en die begon over cultuurmarxisme. En ik dacht van, god, uit welk museum hebben ze die gehaald? Want ik heb ooit eens een keer een artikel daarover geschreven. En dat heeft wel een aardige achtergrond. Ik werkte toen in het kabinet van Bolkestein in de Europese Commissie. En Bolkestein zei van, Dirk-Jan, we moeten wat doen tegen die politieke correctheid. En dat betekende dat ik de opdracht kreeg om een artikel te concipiëren. En dat zouden wij dan samen ondertekenen en dat zouden we in de Wall Street Journal zetten. En de Wall Street Journal, dat is natuurlijk een grote krant. Maar dat artikel, dat ging over politieke correctheid en dat ging ook over cultuurmarxisme, over slachtofferschap, over de compensatie van slachtofferschap, het ontwikkelen van historische grieven, over de zuivering van de taal, over het herschrijven van de geschiedenis. Eigenlijk stond alles er zo'n beetje in. En dan wel ingeblikt in de Wall Street Journal formaat, waar alles dicht op elkaar staat. Maar de bureaucratie van de Europese Commissie vond het eigenlijk een slecht idee. Dus voortdurend kwamen er Sir Humphreys op Bolkestein af. En die zeiden van, your article is highly courageous. And it might make some waves. Dat is natuurlijk heel slecht als er wat waves ontstaan in de bureaucratie. En uiteindelijk kwam het erop neer dat Bolkestein die toch prang geregeld onder vuur lag. Omdat hij de persoon was dat wat hij in Nederland zei, dat zei hij ook in Brussel. Nou, dat komt niet zo vaak voor natuurlijk. Dus er waren regelmatig incidenten met die commissaris, met die en die. En uiteindelijk heb ik het onder eigen naam moeten publiceren. Waarbij ik natuurlijk het aangevallen, de schuld kreeg. Maar enkele dagen was er 9-11 en daarna hebben we van het artikel niks meer gehoord. Totdat Sid kwam en ik dacht van, hey, daar heb je wel iemand die het heeft het opgeduikeld. En ik moet zeggen dat je in dat boek een hele goede analyse maakte van hoe dat in elkaar zit. En hoe zie je eigenlijk ook cultuur een belangrijk onderdeel is geworden van het debat in Nederland. Ook de plaats die het zou moeten hebben. Cultuurbeleid, culturele identiteit en cultuurrelativisme. Want dat is natuurlijk het grote gevaar dat de westerse cultuur bedreigt. Ik ben dan naar Amerika gegaan daarna om verslag te doen van de... Mijn hobby is eigenlijk Amerikaanse politiek, dus ik kon verslag doen van de campagne. Ik heb ooit verslag gedaan van de campagne in 2008, de verkiezing van Obama. En dan 2016, de strijd tussen Hillary Clinton en Donald Trump. En iedereen zei van, oh, gaat er toch niet naartoe, joh, dat wordt heel saai daar, want dat wordt Clinton tegen Jeb Bush, weet je wel, de low energy man. En dan gaat Clinton winnen. En dan zit je daar. Nou, dat is wat anders gelopen. En wat je dus nu in Amerika ziet, is dat in de hele kater die de linkerzijde van de politiek nu heeft, en dat is de cultuurwereld, dat is ook de media en natuurlijk de Democratische Partij, is dat een dagelijkse gevecht tegen die Donald Trump en tegen de nachtmerrie dat die keuze zo is uitgevallen. En wat je ziet is een enorme opleving van identiteitspolitiek. De Democratische Partij gaat helemaal in de richting van het ontwikkelen van grieven op alle terreinen. En de media die doen daar ook aan mee. En je moet in Amerika dus enorm oppassen wat je zegt. Het is heel moeilijk een debat te voeren. En als je denkt, ik ga eens naar een universiteit die vol zit met crybabies. Ik ga daar eens een keer een controversieel onderwerp aansnijden. Ja, dan komt de zogenaamde Antifa op je af. En die zorgt ervoor dat het feest niet doorgaat. Dit is een soort van cultuuroorlog geworden met cultuurwarriors, die erger is dan in Nederland. In Nederland is het summum van dat geheel misschien het fenomeen Zwarte Piet. Dat, ja, ik moet zeggen, het is in Dokkum nog redelijk afgelopen allemaal. Nou, in Amerika zijn dat gevechten op de campus. Mensen die willen komen spreken, worden spreken ontzegd. De zaak wordt in brand gestoken. Een voorbeeld hiervan, sorry dat je onderbreekt, is Charles Murray. Ik weet niet of mensen dat verhaal kennen. Dat is een soort van conservatieve spreker.
Ja. Maar hij en zijn interviewster die werden gewoon fysiek belaagd toen ze op een universiteit gingen spreken. Hè. Dat was Berkeley, ja. Vroeger het, ja. De bakermat van de free speech movement. Ja. Ironisch genoeg. Waar nu dus een evenement als een free speech week gewoon in de kiem wordt gesmoord. Ja. En het interessante is dat dat hele debat in Amerika over cultuur ook vaak heel hard terugslaat bij degene die dat debat willen radicaliseren. Zo hebben wij bijvoorbeeld de affaire van Harvey Weinstein gehad in Hollywood. Nou, Hollywood werpt zich altijd op als het bastion van progressief Amerika. En de grote verdediger van vrouwenrechten, nou, dat was natuurlijk met meneer Weinstein niet echt het geval. En toen kwam de Me Too-beweging. Daar vond men een senator in Alabama en die werd enorm hard aangepakt in de media. En dat stopte eigenlijk op een gegeven moment omdat democratische politici zelf ook een Me Too om hun oren geslagen kregen. En daarna ook nog kopstukken in de media. En je ziet dus dat een zekere identiteitscrisis bewerkstelligt binnen degene die eigenlijk die culturele oorlog voeren. Omdat ze toch minder schoon zijn dan zij zelf doen voorkomen. Nou ja, dan heb je het over Nederland, geloof ik. Nee, het was ook Milo Yiannopoulos, iedereen kent hem waarschijnlijk wel. Die zei ook, ik snap best dat liberale en feministische linkse vrouwen in Amerika denken dat alle mannen verkrachters en aanranders zijn. Want hun mannen zijn dat ook bijna allemaal. Al die gasten in Hollywood, dat zijn toch uitgesproken linkse types die zich heel links uiten. En dat zijn dan allemaal degenen die zich privé een beetje op een scheve schaats rijden. Ja. Ik maar vond het een opmerkelijke tegenstrijdigheid. En u waarschijnlijk ook. Misschien mag ik Sid zo een paar vragen stellen. De eerste plaats, wat mij wel interesseert is, in hoeverre is nou die identiteitspolitiek in Nederland doorgedreven? Dus zoals ik al zeg, in Amerika is dat zeer vergaand. De Democratische Partij bouwt haar strategie eigenlijk nu daarop. En denkt dat komt ook omdat de democraten, zoals de socialisten in Europa, hebben eigenlijk de arbeidersklasse verloren. Die stemmen dus niet meer op de democraten. En daardoor schuift die partij... Die gaat dit over. En schuift die partij dus sterk naar links en wordt alleen nog maar gevoed door de universiteiten, door de media en door de democratische partij. En zelfs vakbonden hoor je niet meer omdat de leden van die vakbonden niet meer op democraten stemmen. En dus je radicalisering komt eigenlijk daaruit voort. Nou heb je in Nederland ook een identiteitsdebat of identiteitspolitiek. Hoe zie je die in Nederland? Ja, eigenlijk precies hetzelfde, Dirk-Jan. We hebben het aan het begin van de avond ook al even over gehad. Dat we eigenlijk kunnen zeggen, ja, die social justice warriors die bijvoorbeeld bezig zijn om universiteiten te decoloniseren in Amsterdam. Ja, nou, in Wageningen hè, of in Drenthe hebben we dat allemaal nog niet. Hè. Dus dat begint in de Randstad. Maar ja, goed, dat is ook weer verwikkeld met alle media, alle baantjes, carouselen en zo langzamerhand rolt dat door naar de rest van het land. Maar ja, je ziet in Dokkum en Friesland wordt het anders ontvangen dan aan de grachtengordel, kan ik je vertellen, Dirk-Jan. Wie bedoel je, Sinterklaas en Zwarte Piet? Ja, precies. Maar nog even terug naar het begin. Hè. Dus je aan het begin zei van, ik was het aan het lezen. Ik van, nou, hier zit echt wel een boek in. Hè. Maar toen zei ik al, ja, toen was het nog niet een boek. Dus dan zal ik even kort ook de ontstaansgeschiedenis van Avondlandse Identiteit erbij halen. Het is wel leuk om dat te vertellen. Het begon ermee, dat was met de gemeenteraadsverkiezing in Duiven. Ik was net niet herkozen. Ik had het eigenlijk wel zien aankomen, ook van hoe die lijst was opgebouwd en de voorkeurstemmen en zo. Maar ik dacht van, ja, wat ga ik nou doen? Ik heb geen flauw idee wat ik moet doen. Dus ik had al mijn frustraties in één grote brief geschreven. En ik liet een vriend van mij op het Europarlement, die ik dus nog steeds de vriend had, die brief rondsturen. En ik kreeg één reactie. Dus je had die brief van een dertigtal mensen of zo rondsturen. De enige reactie die ik op die brief kreeg, die kwam van Dirk-Jan, waarin stond ja. Inderdaad, hè, u stipt het thema cultuurmarxisme aan. Nou, toen begonnen wij zo'n beetje een e-mail-correspondentie erover. Hè, dus ik ben ook zeer geïnteresseerd in geschiedsfilosofie vanuit mijn opleiding. Dus ik begon het steeds meer uit te werken. En die correspondentie die werd steeds uitvoeriger. En toen dacht ik van, hé, maar ik heb eigenlijk een boekhoofdstuk. Heb ik eigenlijk, hè. Dus onze hele e-mail-correspondentie die was uiteindelijk een boekhoofdstuk. En ik ja, kan ik eigenlijk wel twee hoofdstukken van maken. Dus de eerste twee hoofdstukken van Avondlandse Identiteit zijn eigenlijk gewoon de hoofdstukken, de correspondentie tussen mij en Dirk-Jan.
En er waren nog een paar andere dingen die bij elkaar kwamen. Dus ook Paul Cliteur, die had ook weer samen met Frits Bolkestein een essaywedstrijd gemaakt over de vraag, heeft eigenlijk de val van het christendom het Europese zelfvertrouwen ondermijnd? Interessante vraag, maar ik dacht, ja, moet er niet eigenlijk een ander essay uit voorkomen? Moet je eigenlijk niet zeggen dat het christendom zelf al de zelfrelativering bevat, de andere wang toekeren. Dus juist al die elementen waar de progressieve, postmoderne, utopische ideologie eigenlijk op voortbouwt. Hè? Het schuldgevoel, het zoeken naar verlossing, het zoeken naar vergeving. Zitten al die elementen waarmee het postmodernisme nu woekert, zitten die eigenlijk niet al in de christelijke cultuur zelf? Dan kunnen we niet zeggen dat onlangs de ontkerkelijking, ondanks de secularisering, dit schuldgevoel juist zichzelf sterker is gaan manifesteren? En speelt de ontkerkelijking daar eigenlijk niet een minder belangrijke rol in dan dat we wel denken? Is er niet een soort sprake van een soort westerse zelfrelativering, of sterker nog, een culturele schizofrenie, aangezien de wortels van het Westen zowel in de Grieks-Romeinse cultuur liggen als in het christendom, en waarin in de Grieks-Romeinse cultuur heel anders wordt omgaan met zaken als wraak, vergelding, dan in de kant van het christendom. Nou, dus dat had ik verder uitgewerkt. En tenslotte ook nog Wellebeck, want een goede vriend van mij, die ik ken van het Humanistisch Verbond, die zegt, zit, ik heb je nou al zo vaak gehoord, je moet echt Wellebeck gaan lezen. Nou, en toen dacht ik van, ja, dan moet ik het ook maar gaan doen ook. En er was zo'n openbaring, dus ook eenmaal dat Wellebeck had gelezen, het elementaire deeltjes en alles wat daarover gaat, over die verscheurde postmoderne relaties, die dralen en dralen maar nooit floreren, de seksuele onbevredigdheid van mensen, het emotioneel versplinteren van de maatschappij, de eenzaamheid, het niet meer tot elkaar kunnen komen. En ik van, ja, dit moet ik uitwerken. Toen ik dat eenmaal had gelezen, elementaire deeltjes, toen wist ik dat ik moest gaan schrijven. Dus aan één keer had ik drie dingen liggen. Dus ik had dus die correspondentie over cultuurmarxisme had ik dus liggen. Ik had dus die essays liggen over de seksuele vervreemding en het narcisme van de mens. En daarnaast had ik dus die essay over het schuldgevoel van Europa en de geopolitieke implicaties van die schuldgevoel. En toen zei Dirk al, ja, maar shit, je schrijft goed. Ja, er zit echt pit in. Dus dan dacht ik van, ja, nu moet ik deze dingen in elkaar gaan schuiven en nu moet er ook een boek komen. En ik dacht ook echt, nu moet ik het nu doen. Want ik zat net in die raadsperiode tussen het wel of niet herkozen worden in. Dus ik had ook gewoon, ja, ik had eigenlijk geen fuck te doen op dat moment. Ja, promotie, maar iedereen weet hoe het gaat met promoveren. Je ziet je professor één keer in de 3 maanden of zo, hè, want die man is ook gewoon druk. Dus ja, eigenlijk had ik niet heel veel te doen op dat moment. Ik weet, ik moet het nu doen, want straks kom ik weer terug in de gemeenteraad en heb ik er geen tijd meer voor. En het is now or never. Dus ja, ik was toen 26 jaar en toen heb ik Avaland Identiteiten geschreven. Alles wat er daarna is gebeurd is begonnen met het ene moment. Dirk Jan, als jij niet tegen mij had gezegd, zit, dit moet je uitwerken, dan was het nooit gebeurd. Ja, en kijk waar we nu zijn. Intussen zijn er opvolgingen geweest van jouw vorige boek. En nu hebben we dit boek. Ik heb het uiteraard nog niet gelezen. Dus dat kan ik morgen doen in het vliegtuig. Zal ik dat met plezier doornemen. Wat ik je wilde vragen is ook wat me opvalt in de discussie in Amerika is slachtofferschap. Nou is natuurlijk slachtofferschap ook al historisch gefundeerd door slavernij en alles wat daarmee samenhangt. Je hebt onlangs dat hele gevecht gehad rondom standbeelden. Op een gegeven moment sommige staten hebben standbeelden weggezet, gesloopt. Anderen hebben die beschermd met met houtwerk eromheen. Anderen hebben die laten staan. Ongeveer 60% van de Amerikanen vindt dat die standbeelden gewoon moeten blijven staan, omdat die deel zijn van de Amerikaanse geschiedenis. Natuurlijk vooral de burgeroorlog en zo. Maar slachtofferschap is eigenlijk veel verder gegaan. Een soort van miniaturisering ontstaan van slachtofferschap. Iedereen zoekt een reden om slachtoffer te zijn. Cultuur van lange tenen. Deze slachtoffer, wat zeg je? Cultuur van lange tenen. Ja, en bundelt enkele gelijkgezinden. En dan heb je weer een groepje die zegt, we hebben een slachtoffer. En de slachtoffer ontwikkelt historische grieven. Dus net zoals met de zwarte bevolking in Amerika zijn er ook anderen die dat doen. En daar hoort dan uiteindelijk een compensatie bij. Ja. En dan moet de overheid moet dat dan betalen. Nou, in hoeverre is dat nou eigenlijk voortgeschreden in Nederland? Ja, behoorlijk ver. Hè? Dus ik zult u herinneren dat Buitenhofdebat wat ik dan had over cultuurmarxisme. Nou, dus meneer Lucas, u studeert geschiedsfilosofie, u weet veel over marxisme. Kom ons nou eens vertellen vanuit uw intellectuele expertise over dat cultuurmarxisme. Nou, ik kom daar als academicus naartoe en binnen 3 minuten ging het weer over de stampen, de laarzen en je kent het verhaaltje wel. En dus over vreemding gesproken. En natuurlijk, we kennen onze cosmopolitische baantjesverdelers. Die natuurlijk allemaal onzin, allemaal complottheorieën, die gekke Lucas, wel een gekkie ergens hebben ze die uit de achterland vandaan getrokken, die weten niks van.
Maar de volgende dag was er groot nieuws dat het Witte de Wit Museum zichzelf ging hernoemen. Want ja, zo'n witte naam, ja, dat moet toch niet kunnen in een multiculturele en etnisch verschuivende samenleving. Dat is wel heel grievend. Hè? Maar een cultuurmarkt is natuurlijk een gekkie, hoor. Dat is een complot. Alleen gekkies denken zo. Dus ja, ook het HEMA, natuurlijk de discussie over genderneutrale kinderkleren en nu Zwarte Piet weer. Dus ik denk, Jack-Jan, als mijn woorden niet overtuigen, ja, kijk om je heen, vertrouw op uw eigen waarneming, wat er om de samenleving in, om u heen gebeurt. Ja, dat zal u toch wel overtuigen? Ja. Mag ik jou wat vragen? Ja. Natuurlijk mag dat, ik zit hier. De stelling, de Atlantische Oceaan is 5 jaar breed. Die kent u die uitdrukking? Ja, precies. Nou, het idee is dat, dus, dat dit soort trends een tijdje doen om over te waaien naar Europa. We zitten natuurlijk niet in de Anglosfeer. We hebben een iets andere schuldgevoeltraditie dan Noord-Amerika en Engeland. Ik zie het nog niet, en ik zit ook op de universiteit, en het valt nog mee, hoewel er al wel stemmen opgaan om een diversiteitspersoneel aan te nemen. Hè, dat hoor je dan nu in de studentenblaadjes. Maar het is hier nog niet zo. Het komt nog niet echt op vuisten en knuppels aan. En het komt ook nog niet aan op gigantische openbare debatten, behalve Zwarte Piet en het Witte de Wit Museum. Of denken jullie daar anders over? Nou, alles wat hier om het organiseren van deze bijeenkomst überhaupt heeft gespeeld, spreekt dat boekdelen, Jasper. Ik denk Jan? Ja, kijk, het is in Amerika, heeft zich dat de afgelopen jaren heel snel ontwikkeld. En dat heeft te maken met het idee dat toen 2008 Obama werd gekozen, toen was de hoofdtitel, de kop van de New York Times: we gaan op weg naar een postraciale samenleving. Dus men verklaarde eigenlijk het onderwerp ras, dat een van de eikpunten altijd is geweest in de Amerikaanse geschiedenis. Het onderwerp ras, het dispuut over ras, was voorbij. En dat is op een of andere manier niet zo gebleken. Het kwam ook wel omdat Obama zelf eigenlijk het onderwerp ras op de agenda hield. En Martin Case om een voorbeeld te noemen. Nou ja, er waren verschillende gevallen van politie en zwarte jongeren, waarbij Obama eigenlijk onmiddellijk zei wie de schuldige was en zich daarmee ging bemoeien. En dat heeft ook wel toe geleid dat die enorme nadruk op ras en op identiteit, het gevolg daarvan is geweest dat er een blanke identiteit is gaan ontstaan. En dat hoorde ik onmiddellijk bij de eerste rallies van Trump. Dus die Trump had een eerste grote rally, dat was in Alabama. Nou, dan moet je daar wel voor zijn natuurlijk, voor dit soort zaken. In een stadion in Mobile. En aanvankelijk had hij een hotelzaal gereserveerd, iets zoals dit. En daarna iets groter en dan een conferentiecentrum enzovoort. Uiteindelijk werd het een stadion. Waar hij dan als een soort van Jezusfiguur per helikopter binnenkwam vliegen op het vliegveld. En voordien had hij met zijn vliegtuig even een rondje rond het stadion. En die mensen waren dol enthousiast. En ik dacht, God Jezus, dat heb ik wel eens eerder gezien. Hier gebeurt iets, hier broeit iets in de samenleving waarvan men hier geen idee heeft wat er allemaal gaat gebeuren. Ik moest persoonlijk een beetje denken aan het Nederlands fenomeen van Fortuyn, waar plotseling vanuit de burgerij en vanuit de bevolking een protestbeweging ontstaat, bijna vanuit het niets. En die ontstaat en niemand wil die eigenlijk zien. En die krijgt aan één keer een leider, in één keer zit er een kop op. En dan is het vertrokken. En dat zag je daar ook. En ook die andere bijeenkomsten, die rallies die hij dus hield. En dan ging hij bijvoorbeeld met dat vliegtuig naar hangars. Want dan kun je invliegen en weer wegvliegen. Hij kon dus veel meer bijeenkomsten doen dan Clinton. En er was ook gevuld met mensen uit de Midwest. En er was duidelijk, kon je zien, het gevoel van, ja, er zijn zoveel minderheden. Wij blanken horen niet tot een minderheid. Wij hebben geen voorkeursbeleid, maar wij worden vergeten. Iedereen kijkt op ons neer. Hollywood maakt ons belachelijk. De New York Times verklaart ons voor gek. Hier is een man die ons begrijpt. En welke tekortkomingen en fouten hij misschien ook had, dat namen ze op de koop toe. Bijvoorbeeld in de Deep South, als je in het diepe zuiden van Amerika komt, is men zeer conservatief en zeer religieus.
Nou, Trump kwam daar ook spreken op die manier. En hij, je kon duidelijk zien dat hij natuurlijk geen geoefende christen was. Want hij ging dan naar een de Liberty University, dat is een christelijke universiteit. Nou, iedereen kent daar bijna de Bijbel uit zijn hoofd. En dan had hij een papiertje bij zich over 2 Corinthiën. En dan ging hij dat voorlezen. En dan weet ik niet meer of het 2 Corinthiën is of Corinthiën 2. Maar hij had precies de verkeerde. En natuurlijk, iedereen in de zaal ziet dat, maar niemand begon te lachen of zo. Iedereen nam dat serieus. Want hij zei op een gegeven moment tegen die mensen, I'm here to defend Christianity. Nou, dat was een enorm applaus kwam eruit. Een soort van bevrijdingsslag kwam er uit die zaal. Zo van, we mogen weer christenen zijn. Dus er komt iemand hier die zegt, en hij, dus die Trump, die gaat al die staten af, wint daar met grote meerderheden, terwijl zijn levenswandel niet nou specifiek christelijk is. De libertijn. Maar dat neemt men op de koop toe, want is iemand die voor ons opkomt. En dat is, eigenlijk wat er gebeurde. En dus mijn stelling is, dat heb ik ook altijd in mijn artikelen geschreven, dat als je enorm gaat benadrukken identiteitspolitiek van minderheden, krijg je op een gegeven moment identiteitspolitiek van de meerderheid. Ja, die de bal kaatst, kan hem terugverwachten. Ik ga nu eventjes een vraag laten stellen uit het publiek. Ja, je had het net over, de postraciale samenleving. Moest ik denken aan Dugin. Ik ben nu Alexander Dugin aan het lezen. Die zegt het is een probleem van het liberalisme, namelijk bevrijding van ras, bevrijding van je seks en later ook bevrijding van de mensheid, namelijk de cyborg-samenleving. Maar wat vind jij van die denkstappen? Ja, dat is klassiek Wellebeck. Die zegt inderdaad in Nade tot de ontreddering, een essay wat vertaald is in de Koude Revolutie. Daar zegt hij ook van, ja kijk, het liberalisme is begonnen met het deconstrueren. Waarvan? Eerst van gilden. Vervolgens het deconstrueren van nazistaten. En tenslotte keert het zich tegen de laatste verenigende structuur, en dat is het gezin zelf. En als het gezin eenmaal gedeconstrueerd is, ja, dan is het volgende stadium is de hegemonie van de islam. Want daar blijft de traditionele rolverdeling en het traditionele gezin blijft er hoog in het vaandel staan. En zal dat de nieuwe aansturende demografische kracht worden. Zijn er nog andere vragen? Ja, ik moet bekennen dat ik Alexander Dugin niet gelezen heb, dus... Ja, ik ga even een klein rondje maken. Ja? Ja, mijn naam is Joost Niemeler. Ik vraag me de hele tijd een beetje af, waar gaat het eigenlijk over? En gaat het niet eigenlijk over, maken we hier niet eindelijk het einde mee van het liberalisme? Ja. Ik heb het boek nog niet gelezen, dus ik kan het niet beantwoorden. Ik zou zeggen, Sid, jij weet het. Ja, nee, inderdaad. In het boek gaan hoofdstukken gaan daarover. Dus ik heb een viertal hoofdstukken met subhoofdstukken die heten De decadentie van ons tijdgewricht. En ik ga erin op een oude profetie van Ortega y Gasset, de beroemde opstand van de massamensen, geschreven in de tijd van het interbellum. En hij zegt oké, het fascisme en het communisme die proberen terug de tijd in te gaan, namelijk naar een toestand van zijn die bestond voordat het liberale kapitalisme en de democratie in opkomst kwamen. Hij zegt dat zal niet lukken. Ze proberen hooguit de tijd terug te zetten in de geschiedenis, maar zoals het kanon noodzakelijkerwijs de wapenwedloop wint van de lans, zo zal noodzakelijkerwijs de liberale democratie weer winnen van fascisme en communisme. En dat zal oneindig vaak herhalen. Maar er komt een moment dat, zo schrijft hij dat letterlijk in de inleiding, dat er de Chinese draak zich heropricht en dat er een schok gaat door de dode massa van de islam, waarop de islam weer ontwaakt en weer een belangrijkere kracht gaat worden in de wereld die zijn invloed doet gelden. En op dat moment zal er een soort postliberalisme aanbreken. Pas dan. Nou, we weten allemaal, wat hebben we gehad in het interbellum? Ja, een hoop Marxisten, vervolgens neo-Marxisten, cultuurmarxisme, hebben alle universiteiten beheerst, hebben in alle bladen gepubliceerd en alle documentaires gemaakt, maar er is niks van uitgekomen. Maar dit, wat Ortega y Gasset beschrijft, en toch redelijk in de obscuriteit begraven is geweest in de 20e eeuw, dat begint nu langzamerhand uit te komen. Dus ik heb in mijn boek, ga ik het nog niet helemaal verklaren, want het is een behoorlijk theoretisch verhaal, toch begrijpelijk opgeschreven, een tipje van de sluier te lichten is namelijk dit.
En je zegt, ja, oké, de strijd om economisch productiekapitaal, moeten die kapitalistische middelen, moeten die in private handen zijn, liberalisme, kapitalisme, of juist gesocialiseerd worden, het socialisme, het communisme, collectieve eigendomstructuren, ja, dat is eigenlijk niet meer het bepalende vraagstuk van deze maatschappij, want we hebben een soort modus vivendi hebben we bereikt. Oké, we hebben het groot kapitaal met hun grote lobbykantoren. We accepteren dat MKB'ers niet meer om tafel kunnen met de Berlaymonds van deze wereld en de eurocommissaris van deze wereld. Er is gewoon groot kapitaal dat heerst. Dat is intens vervlochten met het publiek, met het lobbyen. Ja, daar leggen we ons mee neer. We aanvaren dat we hoge belasting betalen, dat de staat een grote rol heeft in de economie en dat we een soort publiek-private economie hebben. Dat is een status quo, daar leggen we ons bij neer. Nou, dat betekent dus dat er eigenlijk op economisch gebied steeds moeilijker politiek te bedrijven is. En dat verklaart dus de levensvatbaarheid ook van identiteitsvraagstukken. Daarom komt Zwarte Piet in de media. Om een voorbeeld noemen, Connie Biese, de gedeputeerde VVD Gelderland. Die vertelde mij een paar jaar geleden, toen ik nog voor Remco Dijkstra op de Tweede Kamer onderzoek deed. Zij zei tegen mij, ja, we hebben hier nou een prachtig investeringsplan voor heel Gelderland. En miljoenen gaan er tegenaan, allemaal dingen worden opgepimpt. En wat zien we volgens gebeuren? Het nieuws besteedt nul aandacht aan ons plan. Komt op het einde de laatste 20 minuten binnenlopen, want dan gaat het over Zwarte Piet. Ja, en moskeeën bouwen in je wijk. Nou, dat zijn de dingen die mensen direct raken in het straatbeeld, in de levenssfeer. Ja, dat is makkelijk scoren in het nieuws. Dat gaat mensen aanspreken. We hebben gewoon geen economische macht meer om dingen te hervormen. We zijn ook maar bootjes die dobberen op de golven van de globalisering geworden. Kijk maar naar Brexit, kijk maar naar het argument wat Rutte gebruikt. Van ja, we moeten dividendbelasting afschaffen voor multinationals, anders gaat iedereen naar Groot-Brittannië. Dus we hebben eigenlijk geen keuze. Nou, als dat is je punt, is oké, prima, maar dan moeten we ons bij neerleggen dat we eigenlijk economisch niet meer kunnen reguleren. En dat we alleen nog identiteitspolitiek kunnen gaan bedrijven. En dat is ook de vluchten die we nu nemen. En dan breekt eigenlijk ook een soort postliberale fase breekt daarmee aan. Ja, ik zag nog een hand in het publiek. Ik proef toch een beetje eurocentrisch, transatlantische gedachten. Maar als je nou kijkt naar bijvoorbeeld naar China met zijn eigenlijk staatskapitalisme en eigenlijk ook staatscultuur gedreven staatskapitalisme, wat toch zeker wel een zekere, ik merk toch dat het een behoorlijk stevige macht begint te worden, ook economisch gezien. En je ziet in China ook heel duidelijk dat ze heel strak op hun cultuur zitten. En ik, als je ook stukken leest over Chinezen en hoe ze denken over hun eigen cultuur. Het is een behoorlijke, ja, hoe zeg je dat? Het is een hele nationalistische, Chinees cultureel gericht van China is geweldig, we zijn al duizenden jaren fantastisch. We wachten nog even een beetje, maar we maken ons niet druk over wat die Amerikanen doen, wat die Europeanen doen, de draak. Gaat door. Heb je daar nog wat in je boek over geschreven? Want ik mis hier toch een stuk een beetje dat Oost-Aziatische. Ja, dat is wel heel belangrijk. Dat is wel echt een heel belangrijk punt. En we gaan even terug naar nieuws. China heeft er ook getweet. Ja, Trump heeft gewonnen. Hartstikke leuk. Bewijs dat democratie niet werkt. Waar zijn jullie nu, hè, met jullie bejubelen van democratie? Dat was de officiële reactie van de Chinese partij na de winst van Trump. Eerder, rellen in Londen. 4 jaar geleden hebben we heel heftige rellen in Londen gehad. En toen was China ook van, ja, zie nou wel, hè, jullie rellers die hebben zich georganiseerd via sociale media. Moet je die sociale media niet reguleren? Hè? Het Westen kan nog heel veel leren van ons, zei China toen ook. Dus wat we nu dus krijgen, en dat is interessant, ga kijken naar die 68ers. Hoe zij redeneren. Zij redeneren, nee, wij willen vrijheid hebben. We willen creativiteit, we willen porno, alles moet open. We willen zelf bepalen hoe we dit duiden. Niemand moet ons voorschrijven hoe wij moeten denken. We moeten mensen mondig maken. We moeten kritische staatsburgers opleiden. We moeten burgers opleiden die kritisch naar informatie kijken. Dat zie ik ook als geschiedenisvak. Waarom ik als geschiedenisdocent, waarom is het vak geschiedenis zo belangrijk? Iemand kan een perfect propagandaartikel schrijven zonder ook maar 1 onwaarheid te noemen. Ja. Je moet kijken naar standplaatsgebondenheid. Heeft iemand een belang om dit te vertellen? Waarom heeft hij een belang om dit weg te laten? Je moet mensen kritisch leren kijken naar informatie. Kritische staatsburgers opleiden. Daar is geschiedenis voor. Geschiedenis en staatsinrichting. Zo heet het vaak officieel. Maar wat doet onze elite nu? Ja, heel typische D66 was vroeger voor gekozen burgemeesters, voor referenda, voor districtenstelsels. Allemaal niks van bereikt. Ze dachten, ja, geef het volk invloed. Het volk is progressief. Het volk is utopistisch. Ze willen onze agenda uitvoeren. Nu blijkt, Christopher Lash voorspelde het al. Ja, mensen zijn geworteld in natuurlijke hiërarchieën, traditionele
rolpatronen, tradities, die willen helemaal niet mee in de utopie van de maakbare samenleving. Dus weg met de democratie, geen volksinvloed meer, het pakt helemaal verkeerd uit. Zie Oekraïne-referendum, zie Europese grondwetreferendum. We moeten technocraten hebben, hoogopgeleide mensen, doctoren in de politiek. Hè. Nou, complete herboren, getransmuteerde partijen. Wat, zoals iemand al zei, ja, wat is het idee van D66 nog? Is dat het idee van dood of zo? Nou ja, hoe kom ik hier nou op? Namelijk, China presenteert een heel eigen model. He, dus die gaat heel anders om met zaken als informatie. En dat gaat onze elite nu ook doen. Want onze elite gaat nu ook zeggen, joh, dit is fake news. He, oh, negatieve berichten over verkrachtingen, over aanrandingen, over aanslagen. Nee, dat is allemaal fake news. Dat is allemaal Russische instigation. He, allemaal Russische omroepszakerij. Dus ze gaan ook dat Chinese model gaan ze ook inzetten. Want dat kan ook heel makkelijk, want via Twitter, via Facebook, onze feed, wat wij allemaal te zien krijgen, kan de elite zo inzien, kunnen ze algoritmes op loslaten, kunnen ze heel makkelijk manipuleren. Dus de elite is in een compleet ander paradigma gegaan. Dus eerst niet betuttelen, mensen opvoeden tot kritische mondige staatsburgers, geef ze goed geschiedenisonderwijs. Ze hebben gedacht, ja, maar die mensen die hebben zo'n onderbuikgevoel, die zijn zo makkelijk op te hitsen door de Wildersen en de Trumps van deze wereld, moeten ze een beetje tegen zichzelf beschermen. Moeten fake news gaan indammen. Dus ja, inderdaad, ze gaan dus die Chinese manieren gebruiken. Zie het boek The Circle, zie mijn proefschrift dat erover gaat. Ja, gaat precies hierover manipuleren van mensen via algoritme en datacontrole. Ja, en dat is een Chinees model en het begint langzamerhand ook door onze westerse technocratische elites, die hun grijze democratische verleden achter zich laten, omhelst te worden. Dirk-Jan, heb jij nog iets aan te vullen? Ja, misschien mag ik een paar dingen over zeggen. Dat als je over China spreekt, het is een land dat ik redelijk ken. En zelfs taal en cultuur en de mythologie. Dan is het zo dat er in China zit daar een hele duidelijk concept achter. De Chinese leiders willen hun land... sterk, van hun land een sterke mogendheid maken. Als je het, toevallig heb ik het gelezen, het slotcommuniqué van de Chinese Communistische Partij. Daarin staat dat de Chinese staat alleen nog doet aan grote landendiplomatie. Dus kleine landen die allerlei frutselverhalen hebben, daar luisteren ze niet naar. Ze zijn bezig met een groot intercontinentaal netwerk te bouwen. Ze kopen zoveel mogelijk op in het buitenland en ze zorgen vooral dat ze toegang hebben tot grondstoffen, want de enige grondstof die ze zelf hebben zijn mensen. En die worden onder de duim gehouden. En dus het idee is van ja, tot 2035 dan gaat China zich helemaal uitbreiden, de macht gaat zich uitbreiden, het leger wordt een stuk sterker. En van 2035 tot 2050 zou je een soort van gematigde verzorgingsstaat moeten krijgen in China. Maar het gebeurt alleen maar vanuit een centraal geleid idee. Je mag wel de kleine kritiek hebben. De kleine kritiek betekent, ja, als de tegel los zit of zo, of de lamp doet het niet, of er is een partijfunctionaris die is corrupt, dat mag wel. Maar je mag zeker niet de grote structuren aanraken, want dat is hetgeen dat het land bijeen zou moeten houden. En het merkwaardige is inderdaad, en dat is me opgevallen, dat toen ik in het Europees Parlement zat, dat de topambtenaren van de Europese Unie ontzettend goed overweg konden met de Chinese Communistische Partij. En eigenlijk zeiden de Chinese topleiders, als ze in Brussel waren, van god ja, jullie doen eigenlijk goed. Wij zijn ook een voorbeeld. En op een gegeven moment kwamen er allemaal delegaties uit China, van provincies. En die hadden dan het Europees Parlement een zaal nodig en zo, om exposities, om foto's te laten zien van hun provincie. Daar kwamen ze altijd met iets van 200 foto's aanzetten voor een zaal waar er misschien een stuk of 20 in konden. Maar ze kwamen daar naartoe, ze verkochten hun zaken en zij vinden ook dat zij een volk zijn dat werkt aan welvaart voor de Chinezen. Maar de structuur van het denken van de Europese Unie en van de Chinese Communistische Partij, er zit eigenlijk niet zo heel veel verschil in. En hoe meer je de crisis hebt in de Europese Unie over hoe het verder moet, hoe meer dat je ziet dat wat ik nu noem het Europees centralisme, zich vestigt in Brussel, in de Europese Unie. En men denkt dat alles moet gecentraliseerd worden. Want als die mensen zich ergens mee bemoeien, dat is sowieso slecht. Dus moet je referenda hebben, dat is vreselijk en zo. Die verkiezingen, populisten, dat is allemaal heel slecht, dat moeten we bestrijden. We moeten fake news bestrijden, Rusland de schuld geven en die Trump is gek enzovoort. Europa is het model.
En ze gebruiken daarvoor de euro als, dat denken ze, dat is het drijfwiel van die Europese eenwording, maar uiteindelijk wordt dat de wurgpaal ervan, omdat de economische verschillen eigenlijk steeds groter worden. Dus ik vond persoonlijk dat er opmerkelijk, en ik heb verschillende bezoeken aan China gebracht, opmerkelijk veel overeenkomsten waren tussen de ideeënwereld van de Chinese Communistische Partij en van de top van de Europese Unie. Ja, en ik zag daar nog iemand met een vraag aan onze boze blanke mannen. Remco Valkman uit Dordrecht. Ik ben benieuwd hoe we het cultuurmarxisme gaan bestrijden. Want aan de ene kant zie je dat de arbeidersklasse zich tegen de links-progressieve partijen zich keert. En aan de andere kant zien we dat, ik bedoel ook electoraal vertaald, ik geloof dat links nog ongeveer 37 zetels in het parlement heeft. En aan de andere kant zie je dat ze nog wel het gedachtegoed domineren aan universiteiten. En de directeur, geloof ik, van WNL, die zei onlangs ook dat bij de publieke omroep, bij het NPO, dat 99% vertolken ze het geluid van progressief links Nederland. En terwijl 60% van de burgers liberaal conservatief heeft gestemd. Nou, ik denk dat dat ook wel aangeeft dat het cultuurmarxisme toch wel echt een fenomeen is die zetelt in al die instituten. Maar hoe gaan we daarmee afrekenen? Ja, nou, ik denk echt een nieuwe zuil stichten. Want wat jij zegt, ja, als ik ergens solliciteer of mezelf ergens ga aanmelden, of het nou VNG is of wat voor organisatie ook, is volledig. Volledig zinloos. En laatst zou ik een cursus voor het Humanistisch Verbond gaan geven. Nou, iedereen enthousiast. En toen op het einde waren dus een paar politiek correcte tijgers uit de jaren 70 overleefd. En die wilden het niet hebben, want die waren ontevreden over mijn voordrachten bij het Buitenhofprogramma. Nou, en zo overal waar je naartoe gaat, kom je voor dichte deuren te staan, voor doodlopende wegen. En je komt er hoe dan ook niet tussen. Dus al die mensen die baantjes verdelen. Kijk naar de PvdA, is gedecimeerd in de verkiezingen, komen overal terug op invloedrijke posten. Ja, daar kom je gewoon niet tussen. Universiteiten, dagbladen, de NPO, grote bedrijven, multinationals. Joh, als jij niet meepraat met die Polycor-circus en niet bereid bent om jouw mening als een bedrijfsuniform te verwisselen, ja, dan moet je eigenlijk gaan leven in een leugen, in een vervalsing van jezelf om nog maar maatschappelijk aanvaard te worden. Ja, het is een doodlopende weg. Dus ik zeg, joh, aanvaard dat de staat voor jou verloren is en ga je eigen weg. Ga je eigen bibliotheken oprichten. Ga je eigen scholen oprichten. Ga je eigen universiteit oprichten. Ik weet dat Tony er al mee bezig is een universiteit in de Achterhoek te stichten. Dus ga je eigen plannen ontwikkelen. Vind mensen, kom tot elkaar. Wees bereid om er ook geld in te pompen. Als mensen niet crowd vinden, dan houdt het allemaal heel gauw op. Dus je moet echt je eigen zuil gaan stichten. Anders is het fundamenteel zinloos. Dan zul je de rest van je leven moeten leven achter een masker. Zoals ook de atheïsten moesten leven in de middeleeuwen, voortdurend bang om buitengesloten te worden of zelfs op de brandstapel te belanden. Nou, dat is een maatschappij die we ook hebben gekregen. Dus wil jij niet in een voortdurende vervalsing leven van jezelf, kom dan samen en leg de basis van een nieuwe zuil. Misschien mag ik er een paar dingen over zeggen. Ik ben het helemaal met je eens en ik bewonder jou ook dat je die strijd zo voortzet. Want je komt eigenlijk terecht in een soort van innere immigration, zoals vroeger in de DDR. Dat je kunt nog wel gelukkig leven, maar dan helemaal afgezonderd van de rest van de maatschappij. Maar wat je ook ziet is dat de bevolking eigenlijk de retoriek van de politieke correctheid niet meer accepteert en niet meer aanvaardt. De drijvende kracht erachter, dat is immigratie. De mensen willen niet, gewone mensen, wat we zouden in Amerika zeggen, de deplorables, hè, zou Clinton zeggen. Die aanvaarden niet meer dat hun leven, hun levenswijze, hun cultuur in de waagschaal wordt gesteld voor een multicultureel experiment waarvan ze zeer goed aanvoelen welke kant het opgaat. Wat je ook ziet in Amerika is dat je natuurlijk een conservatieve beweging hebt gekregen die volledig op eigen benen kan staan. Die hun eigen media hebben, hun eigen news sites, die hun eigen televisiestation hebben in de vorm van Fox News. Dat een enorme invloed heeft. En dat heeft eigenlijk die beweging mondig gemaakt en tot een sterke kracht doen uitgroeien. Maar dat kan alleen maar als het ook wordt gevoed door een zeker electoraal succes. Anders sta je eigenlijk altijd alleen. En dat succes kan er komen door een herverkaveling van het politieke landschap.
waarbij die stem gehoord wordt en dat gaat meetellen in de machtsuitoefening. Dus je moet, zoals je zelf zegt, een machtsfactor worden. En dan zou je kunnen beginnen met het stoppen van de subsidie voor de publieke omroep. Want dat is wel het laatste bastion van de politieke correctheid. Waarbij eigenlijk mensen worden gedisciplineerd in hun denken. Zodanig te denken zoals eigenlijk de bisschoppen van die politieke correctheid het denken willen afdwingen. En die programma's, ik hoef ze hier allemaal niet te noemen, je kent ze wel. Ik vind ook dat, wat mij opvalt, is dat het woord populisme, dat steeds meer wordt gebruikt, dat veel aan waarde verloren heeft. En ik vraag me ook af of mensen nog erg bevattelijk zijn voor dat woord. En het niet eerder een badge of honor is, als ze dat tegen je gaan zeggen. Ik merk dat in de Verenigde Staten, dat als je tegen het establishment bent, dat is nu tegenwoordig helemaal niet erg. Daar zit iets prijzenswaardig in. Omdat het establishment, en zeker het politiek-culturele establishment, dan heb ik het dus over Hollywood en de media zoals de New York Times enzovoort. Dat wordt door de gewone mensen absoluut niet meer aanvaard. En je ziet ook dat zeker 2/3 van Amerikanen vindt dat de media fake news produceren, waardoor het vertrouwen in die media eigenlijk wegzakt. Dus ik denk wel dat we in een tijd leven van veranderende tijden waarvan jij een voorloper bent. Nou, dankjewel voor het compliment. Ja, nou eigenlijk nog eerder een aanvulling op zit. Maar dus denk dan ook aan bijvoorbeeld een conservatief dagblad. En ook aan een mediastation inderdaad. Want dat had je net niet genoemd. Maar dan moet je echt een zeil gaan oprichten. Dat willen ze trouwens aan het Forum voor Democratie ook. Dus. Ik zou graag een vraag stellen. Nog terug naar de grote landendiplomatie. Wat zou het alternatief zijn voor een centraliserend Europa als u in de vaart der volkeren China überhaupt al de overmacht zou hebben over 20 jaar, 25 jaar. En Europa dan ook nog niet op zo'n centraliserende manier gaat werken. Hoe gaat een natiestaat zoals Nederland daar dan wel nog een vinger in de pap hebben? Ja, dan kom je dus op David Engels of den Berg ins Imperium. En hij heeft daar al uitvoerig over geschreven dat een soort Spengleriaanse toekomst tegemoet gaan, wat ironisch genoeg, opmerkelijk genoeg, convergeert met ook Ortega y Gasset, die dat post-liberale fase die op den duur zou aanbreken, ook rijmt met tegelijkertijd een soort federatie van Europese natiestaten, dat hij dat tegelijkertijd ziet gebeuren. Dus dat we wellicht vandaag in zo'n dergelijke tijdsgewricht beginnen aan te landen. Dirk-Jan? Kijk, ik denk dat een centralistisch Europa sowieso niet kan werken. En ik heb in 2010 een boek geschreven met de titel De Toren van Babel staat in Brussel. En als je nu de stad Brussel ziet, dan weet je ongeveer welke kant het op gaat. Het Europees centralisme zal mislukken, net zoals het bureaucratisch centralisme. Dat is eigenlijk een broertje van het Europees centralisme of omgekeerd. En ik denk dus dat de Europese Unie, dat de euro uiteindelijk de Europese Unie zal neerhalen. Wat je wel kunt hebben is, ik heb ook geleefd in de tijden van de gewone Europese gemeenschap, dat je natiestaten hebt die vanuit hun soevereiniteit samenwerken, een aantal dingen samen doen en daarin heel effectief kunnen zijn. Dat idee van de Europese Unie, het woord Unie is eigenlijk al een beetje valselijk, dat is er gekomen na de val van de Berlijnse muur, toen iedereen dacht van nu gaat het gebeuren, Europa wordt het grote, de United States of Europe. En dat zal het nooit worden. Dus ik denk dat je eerder toe moet naar een soort van verenigd Europa van staten, in veel gevallen nazistaten. Niet alle staten zijn nazistaten. Ik heb jarenlang gewoond in België, dat is nog niet echt een nazistaat natuurlijk. Maar, dat je meer in die kant opgaat. En dat er is een balans tussen in Europa, tussen diversiteit en centralisme. En als dat uit balans is, dan pakt dat verkeerd uit. En ik denk dat er nu een swing zal komen meer in de richting van diversiteit die hoort bij de nazistaten zoals ze zijn en die de gewone burgers ook appreciëren. Ik denk dat we zo ongeveer verder moeten naar het volgende onderdeel.
zit solo, daar zijn we allemaal voor gekomen. Nou, ik wil nog even weten, zijn er nog belangrijke woorden die u ons moet meegeven? Oh, nou, ten eerste ben ik blij met deze opkomst. Ten tweede moet ik zeggen dat door dat verplaatsen van de bijeenkomst, ik dacht waar gaan we naartoe? Dat leek een beetje op een Amerikaanse toestand. En ten derde ben ik blij dat er toch veel mensen zijn die zich met deze kwesties bezighouden. Want dat zijn de kwesties die bepalend gaan zijn voor de komende generatie. Ik geloof dat Thierry Baudet heeft gezegd op zijn congres dat wij zijn de laatste generatie. Of de laatste generatie die het kunnen veranderen. Ja, dat zijn generaties. Oh, sorry, heeft iemand al gezegd? Nou, ik vond dat sprak mij zeer aan. Ja, niet dat het mijn generatie is, maar dat is jullie generatie. Maar ik wil daar graag natuurlijk bij helpen. En ik wil ook herinneren aan de woorden van Ronald Reagan. That freedom is always one generation away from extinction. Heel correct. Dat zei hij in 1964, is a time for choosing. In zijn toespraak. Maar dat is in feite waar we voor staan. En als wij het nu niet doen, dan zal het ook niet meer gebeuren. Gaat u lekker zitten en blijft u vooral lekker zitten. Het moment waarvoor iedereen gekomen is. Zit een one-man show. Zal nu van achter het spreekgestoelte plaats gaan hebben. Je pakt even de paparazzen erbij. Ja, inderdaad. Oké, begin. Je bent u tenslotte voor gekomen. De speech heet: het samenspel tussen cultuur en politiek bewijst dat enkel een sterke lightcultuur ons kan redden. Want de bundel, die heette ook eigenlijk Levenslust en Doodsdrift, essays over cultuur en politiek. En waarom? Want het gezegde is: politics is downstream from culture. De gevestigde media hebben ons jarenlang geïnstrueerd hoe we moeten denken. Wat we om ons heen zien rijmt echter niet meer met wat zij ons leren. Hierdoor voelen velen de behoefte en de noodzaak om zichzelf te informeren buiten de gevestigde media om. Als vrucht van die emancipatie ligt vanavond ter tafel de bundel Levenslust en Doodsdrift, voortgekomen uit een crowdfundingcampagne die plaatsvond in de zomer van 2017. Deze bundel laat zien waarom politiek ligt ingebed binnen cultuur, maar ook hoe politiek op haar beurt weer cultuur beïnvloedt. Om dit uit te leggen wil ik niet beginnen met een schilderij, zoals in de bundel zelf, maar met een casus. In België ontstond een rel rondom N-VA-voorman Bart de Wever. Hij sprak zich uit over misdaadcijfers bij migrantengroepen, meer specifiek de Berbers. Volgens hem is deze criminaliteit niet te verklaren vanuit inkomensongelijkheid en racisme, zoals in de progressieve kringen wel gebruikelijk is. Ik heb nog nooit een Aziatische migrant ontmoet die zegt slachtoffer van racisme te zijn, zei hij. Ook in de criminaliteitscijfers zie ik hen nauwelijks. Hij zei dat racisme te snel wordt opgevoerd als verklaring voor persoonlijk falen en voegde daaraan toe dat België te veel van het verkeerde soort migranten had toegelaten. Deze uitspraken leidden ertoe dat er klachten werden ingediend wegens racisme, wat de vraag opwerpt of men over deze zaken überhaupt nog debatteren kan. In het boek Avondland en Identiteit betoogde ik dat West-Europa zich een politiek correcte cultuur heeft aangemeten en daardoor wordt men sociaal bestraft voor het benoemen van pijnlijke feiten. Zo zette in Zweden het parlementslid Andrew Norlin zich in voor een wet waarbij mensen vervolgbaar zijn als zij immigratiepolitiek bekritiseren. Nieuwsblad.be berichtte over een Sinterklaasfilm medegemaakt door de VRT, waarin Piet niet langer kroezelhaar, gekleurde lippen of oorbellen heeft, maar hippe sportschoenen draagt. Onder de zwarte roetvegen zal zijn witte huid te zien zijn. Vanuit de christelijke traditie erfden we de identificatie met de onderbedeelde, sinds 68 vertegenwoordigd door de vrouw en de immigrant, die slachtoffer zouden zijn van institutioneel racisme en seksisme. Schuldgevoel knaagt aan de postmoderne Europeaan. Hij leeft niet meer in een bakermat van cultuur en wetenschap, maar in een continent van misdaden. Zoals nu het koloniale verleden van Zwarte Piet.
Onze politiek correcte elite is zo beducht voor verwijten van stigmatisering, stereotypen en wat genoemd wordt mensen tegen elkaar opzetten, dat zij van de weeromstuit vergeet voor welke waarde onze beschaving heeft te staan. Dit schreef rechtsfilosoof Paul Cliteur reeds in 2004. Ruim 10 jaar voor Charlie Hebdo en de grote antiterreuractie in België. Onrust ontstond toen salafistische predikers in België in Utrecht kwamen spreken. Zoals Abu Gaiman en Abdelkader Chouaou. Gaiman is in België veroordeeld en was volgens het Brusselse Hof van Assisen aanwezig toen een jonge vrouw in 2004 bij een duiveluitdreving werd gedood. Chouaou is volgens zijn zoon verantwoordelijk voor de training van jonge strijders in Syrië en Afghanistan. Je zou zeggen, al die strijders voor tussen aanhalingstekens waarheidsvinding en de rechtsstaat zullen hierover nu wel op hun achterste benen staan. Maar juist niet. Zoals precies is wat Maarten Boudry constateerde. Hij schrijft, wie afwijkt van de linksideologische lijn krijgt in de academische wereld voortdurend met relativistische debatobstructie te maken. Maatschappelijk is het mogelijk een nog groter probleem. Aanzienlijke delen van ons progressieve establishment hebben decennia lang schaamteloos dit gelegenheidsrelativisme gebruikt. Bijvoorbeeld als het ging over immigratie of de nazistaat. Het was een kwestie van tijd totdat hun ideologische tegenstanders hetzelfde gingen doen. De Amerikaanse professor Warren Treadgold schrijft hierover: 50 plus years of university dominance, leftists offer nothing new when it comes to scholarship. In applying postmodernist theories repetitively and uncritically to every subject, leftist scholars necessarily arrive at the same few stale conclusions time and again. Only the rigor and honesty of traditional scholarship allow for the flourishing of new knowledge. And in effectively bearing that practice from universities, postmodernists have fashioned and ennobled a regime of obscurantism. En tenslotte Alice Dreger, die door linksactivisten werd bedreigd. Ik kan ze niet over één kam scheren, maar bij sommige types is hun rechtvaardigheidsgevoel zo sterk dat ze er heel ver voor gaan. Tot persoonlijke aanvallen en serieuze dreigementen aan toe. Vaak draait het om identiteitspolitiek, zoals vrouwenrechten of mensenrechten. Eerder dit jaar sprak voormalig Kamerlid Pieter Duisenberg op het Studium Generale in Leiden. Duisenberg legde uit hoe de psycholoog Jonathan Haidt concludeerde dat er een bias is tegen mensen met andere politieke en morele overtuigingen. Vervolgens citeerde hij de GroenLinkser Meindert Venema, die zou in het Parool hebben vastgesteld dat van vrije wetenschap überhaupt geen sprake is en dat er daarentegen bewust wordt uitgesloten. Ook de socioloog Dr. Erik C. Hendricks doet een duit in het zakje. Die schrijft: nergens in de lappendeken aan etniciteiten vind je een duidelijke tweedeling. Je kunt etnische rancunes pas politiek mobiliseren als je mensen in witten en niet-witten opdeelt. Wat trouwens zowel biologisch als cultureel een arbitraire indeling is. Het effect van zulke manipulatie is polarisatie en politisering. Politieke idealen en tegenstellingen worden te diep het alledaagse leven van de gewone mensen ingeduwd. Zoals dat gebeurde ten tijde van de Franse Revolutie. Jongeren worden opgezogen in dit soort linksactivisme, terwijl het activisme is gericht op verdeel en heers via gender, ras en geslacht. En zeker niet hun belangen weerspiegelt. We hebben het hier over een enorm debat omtrent sociale voorzieningen, lastendruk, baanzekerheid en pensioensgaranties. Om mij heen zie ik dat jongeren het zwaar hebben om een vaste baan te vinden, om een stabiel inkomen te vergaren dat nodig is voor het opbouwen van een gezin. Hoogopgeleide mensen stellen dat dikwijls uit of komen er door carrière-stress überhaupt niet aan toe. Tegen deze achtergrond moet het ons doel zijn om verenigd en met hernieuwde geestdrift ons continent in de wereldorde op de kaart te zetten. Deze herbronning zal gepaard moeten gaan met een realistische geopolitieke strategie die noodzakelijk is om de toekomst van het avondland te garanderen. Dat kan nu nog, want de Europese naties hebben gezamenlijk het hoogste bruto nationaal product ter wereld. En ook het grootste aandeel in de wereldwijde handelsverkeer. Maar toen Europese landen in 2011
ingrepen om een massamoord in Benghazi te voorkomen, hadden zij bij hun militaire operatie de ruggensteun nodig van de Amerikaanse vijfde vloot en Amerikaanse tankvliegtuigen. De Europese legermachten bleken niet op eigen kracht te staan. De Amerikaanse zesde vloot is aanwezig op de Middellandse Zee en beschermt Europa tegen het destabiliserende Noord-Afrika. Voor hoe lang nog? De Amerikanen bewaken op hun kosten de zeeën rondom de Arabische Golf, de Perzische Golf, de Rode Zee en de oostkust van Afrika. Terwijl de Europese defensieuitgaven de afgelopen jaren met gemiddeld 2,5% per jaar slonken, namen deze uitgaven elders in de wereld juist toe. China is na de VS inmiddels de tweede militaire wereldmacht en Rusland heeft het op twee na hoogste defensiebudget ter wereld. Tegelijk zien we de bevolkingscijfers er voor Europa niet best uitzien. Maar voordat we over kunnen naar de leitkultur als onderwerp, moet worden afgerekend met een tegenwerping. En dat bezwaar luidt dat het uitdragen van een leitkultur neerkomt op populisme. Simpel gezegd, een populist pretendeert de enige spreekbuis van het volk te zijn en is bereid om een onderscheid te maken tussen mensen die tot die groep behoren en mensen, ook al zijn het staatsburgers, die er niet echt toe behoren. Bijvoorbeeld omdat ze bij de elite horen en daarom vijanden van het volk zijn. En dat is een potentieel gevaarlijke gedachtegang, omdat iedere burger gelijke toegang tot het democratische proces ontzegt. Daarbij kenmerken de meest politieke filosofieën zich door een zeker wantrouwen in een ongereguleerde democratie. En dit leidt ten eerste tot een herhaling van zetten. Elke politicus representeert immers wel een afgebakende doelgroep. Met andere woorden, u sluit mensen uit, dus ik neem de democratie tegen u in bescherming. Vervolgens gaat het debat over inclusiviteit en emotie en niet over de gronden waarop iets al dan niet wordt uitgesloten. We komen hoe dan ook niet voorbij de paradox over hoe tolerantie moet zijn ten opzichte van intolerantie. Zo beschermt Wilders onze Nederlandse tolerantie tegen de intolerantie van buiten en zijn tegenstanders beschermen onze tolerantie tegen zijn intolerantie ten behoeve van de tolerantie. Dus gaan we nu even over op het onderwerp luidkultuur, dat ik als een alternatief stel voor de polarisatie en versnippering van de regressief linkse koers op de onderwerpen gender, geaardheid en rassenkwesties. Toen de linkse revolutie in 1968 begon aan de lange mars door de instituties, was alles politiek. Tot in de slaapkamer waren huwelijk en seks politiek. En zelfs of je hetero of homo was. Ook kunst was politiek. De Amsterdamse handvaardigheiddocent Lennart Ellen laat overtuigend zien hoe kunst wordt aangegrepen om stelling te nemen tegen de westerse cultuur. Om deze van binnenuit te transformeren door te choqueren en te perverteren. Een extreem letterlijke illustratie van deze kunstopvatting zijn de blikjes met het label Artist Shit van de Italiaanse neodadist Manzoni, waarin hij, naar beweert, zijn eigen poep heeft ingeblikt. Schoonheid is een noodzakelijke onderdeel van een bloeiende luidcultuur en is niet enkel een zaak van handvaardigheidskunst, maar zeker ook van muziek. De Britse cultuurfilosoof Roger Scruton schrijft in Understanding Music uit 2009 het volgende over de componist Arnold Schoenberg. He hated the audiences of contemporary Vienna and he despised the easygoing records of the tonal tradition. Although he had an ironical and sophisticated love of the old Viennese culture, he was also appalled by the sight of ordinary human enjoyment. Schoenberg devised erudite concerts at which clapping was outlawed and in which works of music were displayed like patients on an operating table, to be attended to in the same frame of mind as a surgical operation. Nou, we weten allemaal dat Schoenberg natuurlijk een belangrijke componist is die veel heeft betekend voor de muziekgeschiedenis en ook zeker wel wordt gewaardeerd en ook veel mooie dingen heeft gemaakt. Maar niettemin wil ik voor het doeleinde van deze speech een eind meegaan in de kritiek van Scruton juist op de componist Schoenberg, om duidelijk te maken wat ik nu versta onder luidcultuur en ook onder de ondergraving daarvan. Volgens Scruton haatte Schoenberg de betekenisloosheid in de muziekwereld van destijds. Veel van zijn volgers vinden daarom dat de scheppende traditie is afgesloten. Ze herhalen muziek van neem nu Mozart of Bach,
maar weigeren om op diezelfde wijze nieuwe werken te componeren. De boodschap is dat die klassieke vorm van kunst is uitgeput en is afgelopen. Schoonheid doen ze daarom af als kitsch. Om zijn publiek te straffen voor hun in zijn ogen decadente leefwijze, dwong Schoenberg ze om te luisteren naar muziek zonder melodie. Maar het gaat verder dan Schoenberg. De lage en hoge cultuur strijden vandaag samen tegen dat wat de westerse beschaving aan esthetiek heeft voortgebracht. Om deze reden is overal uniforme en dom pompende popmuziek te horen. De foetus trilt in de baarmoeder al mee op dit ritme en wordt zo voorbereid om de hitjes af te nemen die de wereldmuziekindustrie volgens een standaardformule lanceert. Pop pollution has an effect on musical appreciation comparable to pornography on sex. All that is beautiful, special and full of love is replaced by a grinding mechanism. Aldus Scruton. Als we even onze mond houden, keren we niet meer terug naar een reflexieve stilte, maar naar het lege gepomp van luidsprekers. Scruton heeft het over het platte, hedonistische gemakzucht en een vormeloze innerlijke leegheid die de westerse beschaving ondergraven. Rhythm, which is the sound of life, has been largely replaced by electrical pulses produced by a machine programmed to repeat itself ad infinitum. Terwijl de argumenten uit het kunstbeleid verdwijnen, worden veel partijen ondertussen tot sfeerbeeldpartijen. Zoals ik aantoonde in De Democratie en haar media, wordt de kiezer niet aangesproken op een coherente set ideeën, maar op associatieve beelden. In deze situatie ligt er geen intellectuele arbeid meer aan de basis van het overtuigingsproces. Het inhoudelijke verhaal is vervangen door beelden van oude vrienden die samen aan de tap een biertje en een portie bitterballen wegwerken. Het beeld van een gemoedelijke zonovergoten Koningsdag of een succesvolle Olympische Spelen. Lekker samen drinken op terras, doen alsof de sociale spanningen niet bestaan. Gezelligheid, wegkijken van de cultuurverandering. En het beeld is, genieten staat boven principes. Sfeerbeelden verdringen de inhoud en het doel is om beleidsdiscussies over sfeer te laten gaan. Burgers worden gemasseerd met dit soort visuele PR-prikkels, zoals dat destijds ging met foto's van een verdronken peuter op het Turkse strand. Omdat, bij gebrek aan degelijk kunstonderwijs, kijkers met hun neus op meeslepende beelden worden gedrukt zonder reflectief tussenmoment. In deze situatie wordt het electoraat labiel en gaan democratieën zich gedragen als dictaturen. Het kunstmuseum Witte de Wit werd direct hernoemd na een klacht over het vermeende imperialisme dat besloten lag in de naam. Het verweer werd niet eens meer afgewacht. We belanden in een overgevoelige cultuur waar geen Spinoza kan gedijen. En vervolgens verantwoorden ze zich niet aan de kiezer over de besteding van dat geld, want die zou het allemaal toch niet kunnen begrijpen. Deze regenteske en dwangmatige politieke correctheid werd voor iedereen zichtbaar toen het Rijksmuseum de kaartjes die bij de schilderijen hoorden censureerde. Terwijl de argumenten uit het kunstbeleid verdwijnen, worden veel partijen ondertussen tot sfeerbeeldpartijen. En zoals ik dit al benoemde in mijn proefschrift, wordt de kiezer niet aangesproken op coherente ideeën, maar op associatieve beelden. Het rijk van de geest is dan niet vooruitstrevend meer, maar is een uitzichtloze atmosfeer van uitgebrande spooksteden. En dit is de desolatie van een geest die over het randje van de eigen afgrond staart. En tot dusver is de belangrijkste bevinding dat wanneer de politiek geen standpunt inneemt over cultuur, dat andermans cultuur dan de politiek zal overnemen. Niet wetten en repressie bepalen goed gedrag, maar de cultuur, de beschaving die aan de wetten onderliggend is. Wij constateren dat niet grenzen ons bijeenhouden, maar onze verankering in de nationale cultuur, in de leitcultuur. Cultuurbeleid willen we een land waarin we vrij kunnen denken en spreken, moet dan ook de leitcultuur dienen en versterken. Een goed voorbeeld van deze censuur, waarbij het niet uitmaakt of die nu van social justice warriors komt, dan wel van islamisten, is het lotgeval van de eerder aangehaalde Alice Dreger. Zij werd vanuit de linkerhoek bedreigd
toen ze verklaarden dat links de wetenschap heeft geclaimd en daar een naïef, simplistisch beeld van uitdraagt. Juist progressieven zijn gevoelig voor groepsdruk en houden nauwlettend in de gaten of de ander wel in de pas loopt. Dit is waarom niet alleen Alice Dreger, maar ook Bassam Tibi met linksactivisme te maken kreeg. Bassam Tibi was één van de eerste om het begrip luidcultuur op te werken in het debat over de versnippering van de nazistaat. En deze versnippering kunnen wij niet begrijpen zonder een geschiedkundige beschouwing op hoe het cultuurbeleid op dit dode spoor belandde. Dus hoe het enerzijds vlak en materialistisch werd en anderzijds elitair en ontbindend. Ik neem een voorbeeld uit de muziekgeschiedenis. Waar het allemaal mee begon was het antieke streven naar harmonie en consonantie. Dit was zowel de basis van de deugdethiek als van de muzikale composities. Het klassieke ideaal van het rijmen van inwendig gevoelde emotie met zowel het cognitieve redeneren als het uitwendige handelen. Dit werd uitgedrukt door de mythe van Orpheus. Zijn muziek maakte zelfs de dieren rustig. Temperde dus zelfs de natuur. Het doel hiervan was niet om emotie uit te bannen, maar om deze te harmoniseren. Toen verscheen de moderne Kant op het toneel, die deugdethiek verving door plichtethiek. Handel puur op ratio, laat gevoelens los. Hoe meer je tegen je gevoel inhandelt, stelt Kant, hoe moreel zuiverder jouw handeling is. Omdat je afstand neemt van de eigen natuur en de menselijke natuur is chaotisch. Kant gelooft dus niet in het vermogen van Orpheus om de natuur tot bedaren te brengen. Analoog hieraan zou het cultuurmarxisme zeggen dat de bezwerende muziek van Orpheus juist een uiting is van manipulatie en beheersingsdrang. De oudheid streefde naar het in harmonie brengen van het innerlijke leven met de natuurlijke orde. Het vervangen van de natuurlijke orde door een kunstmatig opgelegde orde, zoals ook de moderne Kant en de postmoderne cultuurmarxisten willen, is utopisch. Het voert dan ook tot een eschatologische heilstheologie van broederschap die terugkomt in Ode an die Freude. Dit muziekstuk is ook het Europese volkslied. Het bevat zinnen als alle mensen werden broeder en seit umschlungen millionen diesen Kuss der ganzen Welt. De muzikale theorie achter de werdegang van het cultuurbeleid is als volgt. Sommige melodietjes zijn hoe dan ook vrolijk. Hoe je ze ook speelt, ze zijn op die wijze geconstrueerd. Vanuit hun eigen redelijke en ordelijke toonfrequenties. En hieruit concluderen moderne componisten dat zijn emotie moesten bevrijden uit de vorm. En dus muziek moesten losmaken van reden. Zo werd de emotie ontkoppeld van de natuur, van orde en van tempering. En precies dit verbreken van de band met de natuurlijke orde wordt door de Adorno's en de Horkheimers geframed als bevrijding. De bedarende muziek van Orpheus staat in hun beleving gelijk aan de manipulatieve herrschaft van de listige moderne staat. In Dialectiek der Verlichting lichten zij toe hoe Odysseus zich liet vastbinden aan de mast van diens schip om zo de sirenezang te kunnen horen. Voor het cultuurmarxisme lag al in de Griekse mythes het begin van de manipulatieve massamaatschappij. De antieke cultuur begreep dat harmonie geen onderdrukkende orde is die de mens aan de materie oplegt, maar een intrinsieke orde is die in de natuur, in de materie, besloten ligt en die de mens eikt en tot uiting brengt. Dat is wat ik eerder omschreef als het platonische idee, met het voorbeeld van het ordenen van de objecten op de tafel. Komen we even weer terug op de componist Schoenberg, die volgens Scruton tot een tegenovergestelde conclusie kwam. Hij vond het oneerlijk dat sommige tonen en melodieën nu eenmaal vaker voorkwamen dan andere en dat de natuur dit zo regelde. Daarom moest schoonheid geen uitgangspunt meer van muziek zijn. Schoenberg ontwierp de atonale muziek en gebruikte de 12-toonstechniek om de muziek te emanciperen. Alle tonen zouden voortaan even belangrijk zijn. Het marxistische gelijkheidsstreven toegepast op cultuur. Hij schiep een muzieksoort die zich niet meer dialectisch tot harmonie en convergentie verhield. Het kwam erop neer dat Schoenberg niet kon aanvaarden dat de natuur een orde
neerlegt die zich niks aantrekt van wat hij vond en ervoer. Hij accepteerde geen autoriteit buiten zijn eigen liefde. Dit is ook op een andere wijze marxistisch. Het leidt tot totalitair denken. Als immers de orde, zij dat de muzikale orde, dan wel een maatschappelijke orde, als hij niet meer aan de natuurlijke ritmes en melodieën kan worden toevertrouwd, als kortom de natuurlijke orde niet meer kan worden toegelaten, dan moet de mens zelf orde en begrenzing opleggen. Dan zijn het eigen narcisme, de eigen willekeur en de grillen van het moment de enige maatstaven van die orde. Het leidt tot het verwerpen van iedere objectieve realiteit buiten jezelf, waarop elke tirannie uiteindelijk uitdraait. Het hier omschreven denken leidt tegelijk tot een irritante muzieksoort. Omdat je namelijk geen muziek kunt aanvaarden die, gedreven vanuit zijn eigen melodieën, op natuurlijke wijze uitmondt in een einde. Wagner zei ooit, de essentie van liefde is seks. Het komt erop neer dat hij niet tegen kon dat het orgasme zo snel was afgelopen, dus wilde hij het aanzwellen in zijn muziek zo lang mogelijk rekken. Bij het rekken van deze bevrediging speelt ook de gedachte achter Tristan en Isolde mee, of achter het lijden van de jonge Werther. De gedachte dat je moet lijden voor het nastreven van je authentieke verlangens, voor het volgen van je natuur. Als je deze gedachte erin weet te pompen via literatuur en muziek, dan kun je mensen vervolgens belasten. Dit verwekt muziek die niet tot bevrediging wil komen. Schönberg speelt als afsluiting van zijn compositie een paar akkoordjes en je meent, is het nu afgelopen? Het voelt alsof er nog enkele tonen moeten komen. En dit is relevant omdat het marxisme uiteindelijk revolutie wil. Ontketening. Zoals de universele wereldbroederschap voorgesteld in Ode aan die Freude. Eschatologie. Het uitzicht op een apocalyptische eindverlossing. En deze ontketening zal nooit plaatsvinden zolang de emotie geordend is in het innerlijk leven. Dus moet bevrediging steeds verder en verder worden opgerekt als een uitgesteld moralistisch orgasme. Het aangewakkerde verlangen naar een bevrediging die niet wil komen, wordt uiteindelijk een uitputtingsslag die leidt tot zelfopgebruik. Conclusie. Zoals gezegd, bepalen niet wetten en repressie goed gedrag, maar de cultuur, de beschaving die aan die wetten onderliggend is. Wij constateren dat niet grenzen ons bijeenhouden, maar onze verankering in de nationale cultuur, in de leitkultuur. De legaliteit, rechten en wetten, zoals het recht op vrijheid van demonstratie, waarbij regressief links zich met de felheid op beroept wanneer het hen uitkomt, en anders met evenveel felheid andermans demonstraties komen verstoren, zijn ingebed in cultuur. Verander de cultuur en de legaliteit verandert mee. Cultuurbeleid willen we een land waarin we vrij kunnen denken en spreken, moet dan ook die luidcultuur dienen en versterken. En dan is het nu borrelen, boeken kopen en crowdfunden. En voor dat moment, dat is een heel verhaal. Daar gaan we allemaal nog over napraten. Nogmaals bedankt, Sid. Dat was een, daar kunnen we allemaal even goed over nadenken. En dan gaan we nu zuipen.